een webinar om nieuwe kennis en ervaringen te delen. Ik ben Lucel van de Ven, manager inhoudelijk beleid en kwaliteit bij Ergotherapie Nederland en zal het webinar inleiden. Jacqueline Leenders is moderator van het webinar, hebben jullie net al gehoord, en ondersteunt samen met Angelique Fuchs van de Ergo Academie het proces en de techniek. En in de voorbereiding van dit webinar heeft Dorothee Wassink een grote coördinerende rol gespeeld. We hebben te maken met hele bijzondere omstandigheden door de COVID-19-pandemie, die inmiddels al 3 maanden aanhoudt en die een grote impact heeft op onze hele samenleving. Met het nieuwe virus ontstaat een nieuwe doelgroep voor ergotherapeuten. Vooral daar waar de virusinfectie een ernstig en gecompliceerd beloop kent. Ergotherapie kan een belangrijke rol spelen in het herstel van de cliënt met COVID-19 en zeker als hij of zij langdurige of blijvende beperkingen ondervindt in zijn dagelijkse activiteiten en in de rollen die de persoon vervult in zijn leven. Mag ik nog de vorige dia? Een maand geleden hebben wij voor jullie de handreiking ergotherapie bij COVID-19 cliënten in de revalidatiefase gepubliceerd. Naar aanleiding van de ervaringen en informatie hebben we vanuit Ergotherapie Nederland 6 onderwerpen of domeinen vastgesteld waar COVID-19 patiënten mee te maken kunnen hebben en waar ergotherapie echt geïndiceerd kan zijn. We hebben te maken met een nieuw ziektebeeld, met een nog onbekend beloop. En om in de vroege revalidatie te kunnen vaststellen welke mogelijkheden er zijn voor de cliënt in zijn herstelproces, is het nuttig om bij aanvang een gedeeltelijk functiegericht perspectief te kiezen. Meetinstrumenten en interventies zijn in deze fase bovendien voor een belangrijk deel toegespitst op de specifieke domeinen. De domeinen die genoemd we vastgesteld hebben zijn dus longproblematiek en vermoeidheid, gevolgen van langdurige immobilisatie, cognitieve problematiek, psychische klachten, werkhervatting en ondersteuning van de mantelzorger. Onder redactie van Dorothee Wassink en mijzelf hebben we voor deze 6 onderwerpen de desbetreffende overleggroepen benaderd om samen met ons de handreiking op te stellen. Naast de genoemde 6 domeinen worden in de handreiking ook enkele benaderingswijzen genoemd die binnen de ergotherapie gebruikt worden. Centraal in de ergotherapiebehandeling staat natuurlijk het optimaliseren van de eigen mogelijkheden in betekenisvolle dagelijkse activiteiten. Zelfmanagement kan worden onderverdeeld in medisch management, rolmanagement en emotioneel management, welke alle 3 bij COVID-19 aan de orde zijn. Het bevorderen van zelfmanagement, het hervinden van de eigen regie in de veranderde omstandigheden en het aanspreken van de eigen veerkracht van de cliënt zijn de overkoepelende thema's die elke ergotherapeut samen met de cliënt zal adresseren in het behandelproces, ongeacht het ziektebeeld of de aandoening. Benaderingswijzen die effectief gebruikt kunnen worden voor gedragsverandering zijn bijvoorbeeld motivational interviewing en oplossingsgericht werken. Gezien de complexiteit van het ziektebeeld is het advies om de behandeling zoveel mogelijk multidisciplinair vorm te geven. In de verschillende revalidatiesettingen is dit vanzelfsprekend. Specifiek voor de doelgroep COVID-19 cliënten ontstaan inmiddels ook in de eerste lijn initiatieven. Met wie wordt samengewerkt is afhankelijk van de problematiek die de cliënt ondervindt en fase van het herstelproces. We presenteren de handreiking en dit webinar met de kennis en ervaring van nu, wetend dat nog niet met zekerheid is vast te stellen hoe de problematiek zich ontwikkelt op de langere termijn. Wij zullen dan ook de ontwikkelingen in de praktijk en in het wetenschappelijk onderzoek goed blijven volgen en de handreiking herzien en of aanvullen als dat nodig is. Onze handreiking wordt in ieder geval ook door andere beroepsgroepen positief ontvangen en is zeker te gebruiken in die multidisciplinaire en interprofessionele samenwerking en afstemming. De 6 genoemde domeinen zullen door een spreker met expertise op het specifieke domein kort worden toegelicht en geïllustreerd met enkele eerste ervaringen uit de praktijk. De sprekers van vandaag zijn in volgorde van de presentaties Sjoukje Appels. Zij is psychosomatisch ergotherapeut bij Revant en lid van de landelijke werkgroep Ergotherapie en COPD
en tevens docent van de cursus ergotherapie en COPD. Brigitte van Gestel, zij is psychosomatisch ergotherapeut bij ergotherapiepraktijk Tilburg-Waalwijk en lid van de overleggroep Chronische Pijn. Ina Gommers, ergotherapeut bij AVOR en lid adviesraad ouderen. Sabine van Erp, praktijkhouder, ergotherapeut bij JIPA ergotherapie en lid overleggroep ergotherapie bij hersenletsel. Jacqueline Koppers is ergotherapeut bij Visalius en lid overleggroep ergotherapie bij hersenletsel. Ellen Weustink, eigenaar Weustink & Partners, ergotherapeut en lid commissie arbeid. En tenslotte Janneke Fleuren, praktijkhouder, ergotherapeut bij JIPA ergotherapie en lid overleggroep ergotherapie bij hersenletsel. Nadrukkelijk wil ik vermelden dat we inmiddels dit webinar de eerste ervaringen willen delen en de handreiking slechts in vogelvlucht zullen doornemen. We overwegen om de komende periode per domein of hoofdstuk een verdiepende scholing of webinar te organiseren. Ik wens jullie allemaal veel inspiratie toe tijdens dit webinar. Dankjewel Lucelle voor deze introductie. Gaan wij door naar de eerstvolgende spreker. En dat is Sjoukje Appels. Sjoukje is nu in beeld. Helemaal mooi. Sjoukje, ik wens je veel succes met je presentatie. Dankjewel. Welkom allemaal. Ik zal jullie wat gaan vertellen over de longproblematiek die we tegenkomen bij de post-covid cliënten. De symptomen die we in de praktijk veel tegenkomen zijn een snel dalende saturatie, kortademigheid, ademspierzwakte en vermoeidheid. Deze symptomen zal ik even kort verder toelichten. De saturatie, dat is de hoeveelheid zuurstof in het bloed gebonden aan hemoglobine. Zoals je op het plaatje linksboven kan zien, daar zie je eigenlijk de saturatie zoals die zou moeten zijn bij gezonde personen. Dan is de saturatie eigenlijk altijd boven de 95. En je ziet daar op het plaatje dat de hemoglobine gebonden is de zuurstof gebonden is aan de hemoglobine in de rode bloedcellen. Je meet de saturatie met behulp van een saturatiemeter, zoals je op het plaatje linksonder kan zien, met zo'n knijpertje op de vinger. De knijper meet door middel van een infraroodstraal hoeveel hemoglobine en zuurstof aan hemoglobine in je bloed. Deze knijper laat 91 zien, dat is dus eigenlijk te laag. Volgende diagram. Kortademigheid, dat is een veel voorkomend symptoom. Mensen hebben daar nog heel veel klachten van. Ik wil even de definitie voorlezen. Kortademigheid is de bewuste ervaring van een verstoring van de ademhaling, dus het gevoel dat de adem tekort schiet. Dit kan erg beangstigend zijn voor de patiënt. En belangrijk is dat er geen duidelijk verband is tussen de saturatie en het gevoel van kortademigheid. En de mate van dyspneu is afhankelijk van de ernst van de oorzaak. Dat is dus belangrijk. Kortademigheid is dus een gevoel en geen stoornis. De kortademigheid kan het gevolg zijn van toename van de ademarbeid bij eenzelfde behoefte aan zuurstof, zwakte van de ademhalingsspieren, toegenomen behoefte aan zuurstof, de complicaties van de ziekte, zoals bijvoorbeeld de longembolie of vocht achter de longen, gevolgen van een behandeling of comorbiditeiten. Doordat er dan veranderingen plaats hebben gevonden in het ademcentrum, rondom in de longen, in de bloedvaten, geeft je lijf eigenlijk steeds signalen naar je hersenen, waardoor je ademcentrum in je hersenen de kortademigheid aanmaakt. Dus dat is wat er gebeurt. Dat is waarom mensen zich kortademig voelen. Volgende diagraaf. Doordat mensen aan de beademing hebben gelegen, vaak langdurig, ontstaat er spierzwakte in de ademhalingsspieren. Op het plaatje zie je de verschillende ademhalingsspieren. Het diafragma is je grootste ademhalingsspier. En daarnaast zijn er nog heel veel andere spieren die helpen bij de ademhaling. Sommige helpen in je gewone houding mee. En andere ademhalingsspieren zijn meer de hulpademhalingsspieren, die vooral goed helpen bij de ademhaling als je bijvoorbeeld steun neemt, wat je deze mensen ook veel ziet doen. Doordat de ademhalingsspieren verzwakt zijn, is er dus een harde ademarbeid nodig en gaat er dus een signaal naar je hersenen, waardoor je kortademig wordt.
Je inademingsspieren kunnen verzwakt zijn, maar ook de uitademingsspieren. En als de uitademingsspieren verzwakt zijn, heb je ook moeite met ophoesten. Wat extra vervelend kan zijn als je meer sputum hebt of als je al slikproblemen hebt met eten. Volgende dia graag. Ja. Daarnaast is ook een van de meest voorkomende symptomen vermoeidheid. Daarvan, dat kunnen we, kan door verschillende oorzaken komen. Bijvoorbeeld de conditie. Als die van tevoren al slecht was, is die nog slechter geworden. En door de lange ziekteperiode natuurlijk ook de ernst van de ziekte. Eventuele complicaties. Het optreden van een delier. De verblijfsduur op de intensive care. Vaak zie je ook dat dag- en nachtritme verstoord is doordat mensen heel lang in het ziekenhuis hebben gelegen. Waar het dag-nachtritme natuurlijk anders is, zeker op de intensive care. En er zijn ook nog mensen die moeite hebben met eten, veel afgevallen zijn, waardoor energie ook slecht herstelt. Volgende diagram. In de handreiking noemen we de volgende kliniometrie. Als eerste een ADL-observatie, een COPM kan je gebruiken en het inventariseren van de belastingbelastbaarheid. Deze drie zal ik nog even toelichten in de volgende dia's. Een ADL-observatie is belangrijk om te doen. Goed bekijken wat er gebeurt tijdens een belangrijke dagelijkse activiteit. En welke activiteit je kiest is natuurlijk afhankelijk van de fase waarin de cliënt zit. Wat iemand al aan kan. Ik behandel mensen in de polyklinische fase. Dus wij doen vaak activiteiten in de keuken of stofzuigen, de was opvouwen. Maar mijn collega's in de kliniek doen heel vaak een ADL-observatie in de douche. Belangrijk daarbij is dat je de saturatie meet, in ieder geval aan het begin en aan het eind van de taak, om te kijken hoe die saturatie is. Je kan het ook tussentijds doen in de taak, maar aangezien er ook wel cognitieve problemen voorkomen, wil je de mensen ook niet te veel verstoren in hun taak, om die observatie niet te missen. In de richtlijnen wordt geschreven, in die van ons, maar ook in die van de KGF-richtlijn, staat dat de saturatie in rust niet onder de 90% mag zijn. Dus als je voordat je start aan de ADL-observatie de saturatie al onder de 90 is, moet je niet aan de activiteit beginnen. En tijdens de activiteit mag de saturatie zeker niet onder de 85% komen. Ik zelf merk, als ik mensen nog niet zo goed ken, dat ik bij een eerste observatie de saturatie, dat ik de activiteit afbreek als de saturatie op de 87-88 zit. Omdat ik nog niet goed weet hoe snel dat de saturatie herstelt. Volgende dia graag. Dan kan je de COPM afnemen. Het is natuurlijk ook afhankelijk hoe goed ze al zijn. Als mensen net klinisch zijn opgenomen of net uit het ziekenhuis zijn, is een COPM nog niet altijd haalbaar. En dan kan je hem natuurlijk in een later stadium afnemen. En dan begin je met de dagelijkse activiteit oefenen. Volgende diagraaf. En dan het inventariseren van de belastingbelastbaarheid. Daar hebben we het IC-dagboek voor genomen. Dat komt uit het IC-werkboek van het UMC Amsterdam. Dat is een lijst met dagelijkse activiteiten waar we mensen kunnen aangeven of dat op dit moment lukt, die activiteit. En hoe kortademig en hoe vermoeid ze zijn. En dat scoren ze dan aan de hand van de BORG-score, die je linksonder op de dia ziet staan. Dat geeft veel inzicht in wat de mensen nu kunnen en wat ze nog niet kunnen. En deze nemen we dus de eerste week af, maar deze laten we de mensen elke week invullen om te kijken hoe het vervolg is. Dat is voor de mensen leuk en ook voor ons heel nuttig en leerzaam om te zien hoe dat het vervolg gaat. We laten mensen ook twee tijdschriftlijsten invullen van 2 dagen dat ze thuis zijn, om te kijken wat ze allemaal al doen en hoe dat gaat. Daar laten we ze ook bij scoren hoe de kortademigheid en de vermoeidheid is. En aan de hand daarvan gaan we bekijken welke activiteiten dan adviezen nodig hebben, welke geoefend moeten worden, maar ook hoe ze de dagen indelen. Daar zou je natuurlijk ook de activiteitenwegen voor kunnen gebruiken. En wij hebben op dit moment deze instrumenten gekozen. Volgende dia graag. De interventies die je kan doen zijn de saturatiemonitoring, ademhalingstechnieken, ademhalingsondersteunende houdingen en het energiemanagement. Volgende dia.
De saturatie, als er veel dips plaatsvinden in de saturatie, dus als je merkt dat iemand een heel onregelmatige saturatie heeft, is het belangrijk om deze te volgen bij de activiteiten die je gaat oefenen. Je kan dan gaan opletten van, goh, wat valt mij op als de saturatie daalt? Merkt iemand aan lichaamssignalen dat de saturatie daalt? En merkt hij ook wanneer die hersteld is? Want dan kan je ook met iemand gaan leren, als je dat voelt, is het belangrijk dat je even stopt om te wachten tot je saturatie weer herstelt. En dat je dan pas doorgaat met je activiteit. Volgende dia. Dan zijn een aantal ademhalingstechnieken kan je toepassen. Wat belangrijk is, is dat je de nadruk legt op de uitademing. Dus bijvoorbeeld bij krachtsinspanning, als je iets optilt, als je rijdt, maar ook als je bukt, zorgen dat je goed uitademt. Dat je blijft doorademen, dus niet je ademhaling inhoudt. En zorg ook dat je de buikbeweging niet hindert. Want als de buikbeweging vrij blijft, zoals je hier ziet, mijn collega doet het voor, die doet de knieën een klein beetje opzij, waardoor de buik minder gehinderd wordt. En dan kan het diafragma beter zijn werk doen. Volgende dia. Daarnaast zijn er nog een aantal houdingen die kunnen ondersteunen, die je ademhalingsspieren kunnen ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld leunen. Als je leunt, kan je steun neemt, kan je je hulpademhalingsspieren beter gebruiken voor de ademhaling. En dus daarom is lopen met de rollator. Het is niet alleen omdat mensen nog weinig spierkracht hebben, maar kan ook ondersteuning geven bij de ademhaling. Of steun nemen, zoals je bij de foto rechtsboven ziet, met één hand om iets weg te zetten, kan aan één kant helpen bij de ademhaling. Dus dan help je je hulpademhalingsspieren. Steunende houdingen helpen daar dus bij, maar ook met je armen dichter bij je lijf werken. Want als je ver moet reiken, gebruik je hulpademhalingsspieren voor het reiken en kun je ze niet inzetten voor het ademhalen. En zo kan je ook activiteiten met één hand doen, waardoor je met één hand werkt en met je andere hand steunt om je ademhalingsspieren te helpen. Volgende dia. En dan nog het stukje energiemanagement. Daarvan wil ik alleen pacing uitlichten, want Brigitte zal de rest van het energiemanagement vertellen. Ik heb gemerkt in de praktijk dat pacing een van de belangrijkste interventies is die je in het begin kan toepassen. Omdat men dan nog heel laag belastbaar is, nog niet zoveel kan. En alles geneigd is toch te snel te doen, waardoor mensen heel snel kortademig worden. Als je alles trager doet, dus al een langzamer tempo en vaak met korte, hele korte pauzes, blijft die ademhaling beter onder controle. Waardoor men minder kortademig wordt en meer zelfvertrouwen kan krijgen om weer langzaamaan activiteiten op te bouwen. Dit was mijn presentatie. Hopelijk was het duidelijk. Ja, dankjewel Sjoukje. Er zijn wat vragen binnengekomen via de chat. En één vraag was bijvoorbeeld of de richtlijnen van saturatie nou klinisch anders zouden liggen dan als je thuis mensen iets laat doen. Zou je daar verschil in zien, denk je? Of, Ja, ik denk dat als mensen, zolang ze nog klinisch opgenomen zijn, een slechtere saturatie hebben. Want wat ik wel zie is dat eigenlijk de saturatie per week verbetert bij de mensen die ik tot nu toe in behandeling heb. Ik denk dat in principe de richtlijnen verder hetzelfde blijven. Wat zeg je? Indicaties als de richtlijn stelt, dat is ook thuis denk je een goede indicatie. Ja, wat wel misschien nog een belangrijke aanvulling is dat het wel belangrijk is als iemand veel onder de 90 gaat met de saturatie, het is belangrijk dat het niet te veel voorkomt. En als het wel vaker gebeurt, dat het belangrijk is dat het herstel heel snel is. Want anders moet je dat echt afraden. Ja. En hoe zit het met cliënten? Zie jij sowieso dat mensen die al COPD of dergelijke hadden, hè, dat die nu ernstiger aangedaan zijn door COVID of dat die het moeilijker hebben om door te herstellen? Er zijn maar heel weinig mensen met COPD die COVID krijgen. Die zijn gewoon te beschermd thuis gebleven. Ja. Dat is niet duidelijk. Er zijn niet veel mensen ziek geworden die COPD hebben. Ja. Dus okay. Dat kan ik niet zeggen. Ik kan me voorstellen dat die minder goed herstellen. Dat wel. Ja. Ja. Dan komt er net ook nog een vraag binnen over die saturatie aansluitend. Er zijn natuurlijk veel berichten geweest dat mensen er redelijk goed uitzagen, ook op de IC's, en er toch heel slecht aan toe waren.
aan toe waren. Is daar een verklaring voor volgens jou? Of? Ja, de saturatie kan je van de buitenkant niet zien. Ja. Dus, dus dat is, maar het klopt wel hè, dat je mensen ziet waarvan je denkt, nou, dat gaat eigenlijk al best wel goed en dat de saturatie dan heel erg tegenvalt. Nou, nee, dat kunnen wij eigenlijk ook niet verklaren. Wij hebben ons ook al meerdere keren daarover verbaasd. Ja, ja. Ja. En dat blijft ook zo dus in die thuissituatie of in die herstelsituatie. Ja, dat het eigenlijk beter ogen dan dat de saturatie aangeeft. Ja. Oké, dat is wel een goed signaal ook om mee te nemen. Ja. 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 Dan was er een vraag over het IC-dagboek. Is dat ergens te vinden voor mensen? Zit het als bijlage in de handreiking? Dus in de handreiking staat het al wel in de literatuurlijst. Oké. Okay. Dus ik denk dat mensen het aan de hand daarvan zo kunnen vinden, ja. Helemaal fijn. Dan is de vraag, wanneer zou je bij mensen weer thuis gaan werken? Er wordt gezegd, fysiotherapeuten hebben een richtlijn van pas na 6 weken na COVID-vrij, denk ik dat die vraagsteller bedoelt. Ja. Maar ja, als ergotherapeut zou je misschien wel al eerder die thuissituatie juist in kaart willen hebben. Ja, ik denk dat dat ook heel erg aan jezelf ligt. Bij ons komen ze in de kliniek als ze 1 week uit het, of in de polykliniek als ze 1 week uit het ziekenhuis zijn. En dan mogen ze ook gewoon bij ons komen onbeschermd en doen we er gewoon. Ja, ja. Behandelen we gewoon. En ik denk dat je dan juist op dat moment heel veel kan betekenen. Het is wel zo dat mensen de eerste 6 weken nog laag, de meeste, niet allemaal, laag belastbaar zijn. Ja, en die zou je juist dan willen monitoren, denk ik, ook thuis. Ja, ja. 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 Ja, je wil ze monitoren en je kan ze nog niet te veel laten doen. Ja, ja. Ja. Even kijken of ik nog... Zal ik nog 1 vraag? Ja, laat je over die saturatiemeters en ook nog wel wat vragen. Laat je mensen dat zelf aanschaffen en... Liever niet. Liever omdat ze dan te veel gefocust zijn daarop? Ja, 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 ik merk toch wel dat mensen het best iets angstigs vinden. Ook omdat er niet zoveel grip op is. En dat is natuurlijk wel logisch. Maar dan wordt de focus er veel te groot op. Het is juist belangrijk dat ze leren voelen wat ze kunnen. Ja. En als ze dat van die meter laten afhangen, dan is dat niet zo wenselijk. Ja, behalve als het echt niet stabiel wordt, dan is het misschien wel. Maar dat weet je pas na een maand of 3 of zo. Ja. Dus ja. Dat zou ik niet te snel doen. Ja, heel helder. Er hangen nog wel wat vragen in de chat, maar ik ga ze voor je opslaan. En dan mogelijk komen we er aan het einde nog even op terug. Maar in ieder geval voor nu bedankt. Goed, graag gedaan. Dan wil ik Brigitte vragen... of zij haar camera aan wil zetten. En kijk, daar is ze al. Helemaal mooi. Welkom Brigitte. Jij gaat het hebben over ernstige spierzwakte. En daarna komt Ina Gommers dadelijk. En die gaat het hebben over de risico's op decubitus en contracturen. Maar ik ga jou nu het woord geven voor jouw presentatie. Succes. Ja. Dankjewel Jacqueline. Ja, ik ben inderdaad gevraagd om een stukje te gaan vertellen over de gevolgen van de langdurige immobilisatie. En dan met name even toegespitst op de spierzwakte en wat je met armhandfunctie zou kunnen doen. Belangrijke oorzaak van de spierzwakte is wat ze tegenwoordig het Intensive Care Unit Acquired Weakness Syndroom noemen. Je ziet dat er dan een forse afname is van spierkracht en conditie. En voorheen werd dat vaak de critical illness polymyopathie en de critical illness polyneuropathie genoemd. Het is vaak erg moeilijk om te onderscheid te maken welke van die twee het is, vandaar dat die nu nieuwe term is gekomen. En wat je ziet is dat het vaak een gevolg is juist van het langdurig beademen, waarbij wat we ook nu terug horen bij de COVID, ook multi-organ failure ontstaat. En dat mensen daarom ook wat moeilijker van die ademhaling af, van die beademing af kunnen komen. En dus inderdaad die enorme spierzwakte gaan ontwikkelen. Daarnaast is het wel heel goed om ook alert te zijn qua spierzwakte op het al dan niet hebben doorgemaakt van een herseninfarct. Je hoort nu ook vaak terug bij COVID dat daar ook risico op is. En dat kan dus gaan betekenen in het herstel dat je dus ook een verschil gaat zien tussen linkszijdig en rechtszijdig herstel. Dus naast die algehele zwakte is het goed om bewust te zijn van of er mogelijk een infarct is geweest. Nou, wat wordt er gezien in de praktijk? En wat ik beschreven heb is vooral wat er gezien wordt in de klinische fase nog op de IC. En als ze net van de IC afkomen, is dat eigenlijk
vrijwel alle deelactiviteiten te intensief zijn. Dus dat je eigenlijk ook moet gaan kijken naar goed doseren van oefeningen die je geeft, goed doseren van taken die iemand weer zelf gaat opbouwen, maar dat ze wel opgebouwd moeten gaan worden. En dat ook een energieverdeling en een dagstructuur van groot belang is, juist in die beginfase, hè, als ze nog zo weinig kunnen. Mag ik naar de volgende dia? Wat ook gezien wordt, en ik heb het hier ietsje stelliger neergezet, en het is natuurlijk niet helemaal dat het niet is, maar dat er vrij weinig contracturen waargenomen worden. Wel die algehele spierzwakte en conditieverlies, maar je zou verwachten als iemand heel lang geïmmobiliseerd is, dat er ook contracturen zijn. Maar mogelijk op basis van de spierverslappers die ze toegediend krijgen, wordt dat eigenlijk weinig gezien. Daarnaast is opvallend dat ze vooral distaal wat sneller herstellen. Hè? Dus in handfunctie gaat het vaak wat sneller dan wanneer het proximaal in de schouders is. Daar kost vaak nog veel meer moeite om vanuit de schouders te gaan bewegen. Dus dat betekent misschien ook, als je gaat kijken naar zelfzorg, dat je gaat kijken van wat kun je doen met handfunctie zonder gelijk heel je armen in te zetten en vanuit de schouders de bewegingen aan te gaan. Belastbaarheid is zeer laag. En dan mag je echt ook wel denken dat als iemand bijvoorbeeld een transfer heeft gemaakt of een transfer geoefend heeft, dat hij bijna te moe kan zijn om nog te gaan eten. Dus dat hangt ook samen met die vermoeidheid die er wat sneller is. En bij die lage belastbaarheid is er ook veel sprake van overprikkelingsklachten. En we hadden het net over dat mensen er beter uitzien als dat je, dan dat ze vervolgens kunnen. Maar je hoort ook wel dat mensen zich makkelijk, zeker de jongere COVID-mensen, dat die zich makkelijk overschatten. Dus inderdaad blij zijn met het herstel wat ze hebben en ze komen van ver. En daardoor misschien ook sneller denken dat ze meer kunnen dan wat ze werkelijk aankunnen. Mag ik door naar de volgende dia? Nou, wat zijn belangrijke interventies die zeker in het begin van herstel voor gaan komen? Dan heb je het inderdaad over het opbouwen van de belastbaarheid en daar dan vooral ook nog gericht in die basisvaardigheden. Soms kan ervoor gekozen worden om juist te kiezen voor die eerste opbouw in bijvoorbeeld ADL-taken en nog wat minder multidisciplinair zien, wat minder de fysiotherapie die wat meer op functie gericht is. En dat ze in ADL-taken toch ook al kunnen leren dat ze daar stapjes in gaan zetten. Dagstructuur is een hele belangrijke, ook al nog in die klinische setting. Vooral het afwisselen van activiteiten met voldoende herstelmomenten. Maar ook inderdaad keuzes gaan maken van waar wil je je energie voor in gaan zetten. Dat beetje wat je hebt. Vind je het heel belangrijk om dat in de zelfzorg te doen? Of maak je een keuze om bijvoorbeeld zelfzorg nog te laten overnemen, waardoor er later op de dag ruimte is en energie is voor andere activiteiten die waardevol zijn? Zeker in de multidisciplinair werken kan het zinvol zijn om aan te sturen ook op een horizontale planning, zoals dat heet. Zodat bijvoorbeeld in zo'n dagstructuur bepaalde therapieën op bepaalde tijden zijn. En dat dat ook een vast ritme heeft. Zodat je ook voorkomt dat therapeuten veel in en uit lopen om te kijken of iemand tijd heeft voor therapie. Want dat geeft ook vaak overprikkeling. Dus het steeds binnenlopen van behandelaren en andere mensen. In de arm-handfunctie heeft het ook de voorkeur om eerst een stukje te gaan kijken naar arm-handfunctie inzetten in de ADL-taken. Zodat het ook het functioneel oefenen past natuurlijk ook heel erg bij de ergotherapie. En daarnaast is het ook wel belangrijk om die arm-handfunctie wel te ondersteunen met meer functiegerichte oefeningen. En dat kun je bijvoorbeeld doen met zo'n digiflex zoals hier op het plaatje staat. Of met theraband of met gewoon stressballetjes om in te knijpen. Let er dan ook wel op, als je die functiegerichte oefeningen hebt, dat je daar ook wel aangeeft wanneer wel en niet geoefend wordt en hoe vaak. Soms zie je terug dat mensen zo graag ook vooruit willen dat ze misschien dan wel heel de dag bezig zijn met het oefenen van hun handen. En daar gaat natuurlijk ook weer energie in zitten. Belangrijk onderdeel is ook een stuk psycho-educatie. Zelfs ook als ze zo laag belastbaar zijn. En dan gaat het inderdaad om de educatie rondom energiemanagement en om educatie rondom de invloed van de omgeving en van de prikkels op het energiemanagement. Dus dat ze daar ook een stukje bewuster van gaan worden. Ja, mag je nog even verder?
Nou, methodieken die daarbij kunnen helpen. Sjoukje had er net het rijtje al staan. Ik heb ook ongeveer een rijtje staan. Pacing is wat Sjoukje al noemde, wat een belangrijke is. Dus het lagere tempo aanhouden. De tijdig herstelpauzes nemen is daar belangrijk in. En dat kan onder andere ondersteund worden ook door andere technieken. Voor dagstructuur kan het helpend zijn om volgens Graded Activity aan de gang te gaan. Er zijn uitgewerkte methodes zoals omgaan met vermoeidheid en bijvoorbeeld niet rennen, maar plannen. En activiteitenweger is genoemd en de activiteitenmonitor kan helpen. Maar gekoppeld daaraan of vergelijkbaar daarmee is eigenlijk ook een lepeltjesmethode. Dat mensen leren van hoeveel lepels energie heb ik op de dag en hoe zorg ik dat ik die goed over een dag verdeel. Ook een belangrijke methode is de pretmethode. En pret staat dan voor het nemen van pauzes. Het werken in een rustige omgeving. Om één ding tegelijk te gaan doen. En ook proberen echt de focus te hebben op die ene activiteit. En niet in gedachten ook nog met andere dingen bezig zijn. En om het tempo aan te passen. Net als bij wat bij pacing belangrijk is. En in een stukje bewuster worden van lichaamssignalen kan het helpend zijn om te werken met een stoplichtmodel. Waarbij je met mensen kijkt naar wat zijn signalen dat ik eigenlijk nog prima voel, dus dat ik in het groen zit. Wat zijn signalen, wat merk ik als ik meer naar het oranje ga, maar wat meer inspan. En wat merk ik als ik echt in het rood schiet, dus eigenlijk zou moeten stoppen. En dat je niet alleen kijkt naar die signalen, maar ook in kaart brengt wat kan je doen als je in groen, oranje of rood zit. Daarnaast is mindfulness een optie of mindfulness gerelateerde oefeningen. Dat is gericht op inderdaad ook een stukje lichaamsbewustwording en een stukje ontspanning. Ik mag door naar de laatste sheet van mij. Nou, 4 heb ik er even wat uitgelicht. Dus het pacing blijft een hele belangrijke. Door in een rustig tempo te handelen, vaak een pauze te nemen, kun je je ademhaling beter onder controle houden. En door die pauzes nemen doe je onder andere ook bij Graded Activity. Dat gaat over dat je gaat kijken hoe lang kan je een activiteit uitvoeren. Je gaat een gemiddelde bepalen en gaat starten op een niveau wat net onder dat gemiddelde ligt. Om vervolgens in kleine stapjes de belastbaarheid op te voeren. En dat kan zowel in de functiegerichte oefeningen als ook in je dagelijkse activiteiten. Dat je zegt als ik iets thuis ga uitvoeren, hoe lang ben ik aan één gesloten bezig of hoe lang kan ik die activiteit uitvoeren en dan stop ik omdat het tijd is om te stoppen en niet omdat ik te moe ben of geen energie meer heb. Zoals gezegd bij de arm-handfunctietraining is het misschien starten in die dagelijkse activiteiten zodat ze als ze ook thuis zijn hun dag ook wat zinvol kunnen invullen en dat je dat wel gaat ondersteunen met functiegerichte oefeningen die net ook al eerder genoemd zijn. En tenslotte die mindfulness, dat kan als ontspanningstechniek, maar het is misschien meer als zijnde een bewustwordingstechniek van merk op wat er met je gebeurt en hoe het met je gaat. En ook het mindful uitvoeren van een activiteit, dus door wat meer met aandacht die ene activiteit te doen, kun je ook inderdaad richten op één ding. En het verlaagt vaak automatisch ook je tempo, omdat je dat met aandacht doet, wat dus voor pacing weer een goede ondersteuning kan zijn. Dat was mijn deel van deze presentatie. Dank voor de aandacht. Dankjewel, Brigitte. Ik zie dat Ina inmiddels aangeschoven is. Ik heb Brigitte nog heel even, misschien toch, even wat vragen nog verzameld. Dat verschil tussen die distale en proximale herstel, heb je daar een verklaring voor of heb je dat eerder gezien in andere beelden? Nee, dat is niet direct verklaarbaar waarom dat eerder zou zijn. Ik kan me bij voorstellen, kijk, spiermassa neemt af. En dan zou voor grotere spiergroepen is misschien het effect van afname van spiermassa ook groter. Hè? Dus de opbouw kan dan misschien ook wat trager lopen. Maar er is niet direct een heel duidelijke verklaring voor aanwezig. Het zijn inderdaad dingen die je misschien niet zou verwachten, maar die dus opvallen als die mensen dus van de IC afkomen. Ja, en als ik naar het beeld zo bekijk en naar de handreiking wat daarin staat, lijkt het echt een combinatie op die vermoeidheid. Hè? Het is een hele lokale verzuring van spieren, hè? Afbraak van spieren. Mm-hmm. Het is een algehele vermoeidheid, als ik het zo hoor. Ja. Maar het is tevens natuurlijk ook die longproblematiek die dat dan ook nog mede in stand houdt. Ja. Ja. Ja, het is wel heel kenmerkend aan dit beeld, denk ik, als ik het... Klopt,
Klopt, dus het is inderdaad de combinatie van factoren en ook inderdaad wat straks in die presentatie nog gaat komen, de psychosociale last, zeg maar, dat zijn allemaal natuurlijk ook energievreters, waardoor het heel moeilijk ook is om uit elkaar te trekken van wat is nou precies oorzaak-gevolg. Ja, mensen moeten echt de tijd gaan nemen om hier rustig uit te komen. Ja. Ja. Ja, ja, en je ziet vaak vermoeidheid dat 3 maanden, hè, wat we nu merken, de eerste COVID-mensen hebben 3 maanden geleden zeg maar dit doorgemaakt, dat die eigenlijk nog steeds ook heel erg over vermoeidheid klagen en ook nog wel over snel overprikkeld klagen. Ja, ja. Nou, bedankt in ieder geval voor jouw expertise hierin en je input. Ik geef het woord aan Ina Gommers. Succes. Dankjewel, Jacqueline. Ik ga jullie informatie geven over de kans op decubitus en contracturen. Decubitus is een gelokaliseerde beschadiging van de huid en of van het onderliggende weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, en het is een gevolg van druk of een combinatie van druk met schuifkrachten. Decubitus wordt onderverdeeld in 5 categorieën die in de handreiking staat en waarin op de internet ook voldoende informatie te vinden is. Ik wil nog wel even aangeven dat de landelijke multidisciplinaire richtlijn momenteel herzien wordt en in dit jaar vervangen gaat worden. Er zijn 2 aandachtspunten bij decubitus om rekening mee te houden. En dat is het feit dat mensen met een donkere kleur, daar is de decubitusgraad 1 moeilijker te herkennen. Dus dat moet je zeker in de gaten houden. En je vochtletsel is iets anders dan decubitus, dus dat moet je niet met elkaar verwarren. Risico op decubitus. In rugligging zijn dat de plaatsen tenen, hielen, stuit, wervelkolom, elleboog, schouderbladen, achterhoofd. Als je kijkt naar de zijligging, 90 graden noem ik dan specifiek, dan zijn de risicoplekken de binnen- en de buitenkant van de enkels, de binnen- en buitenkant van de knieën, de ribben, de ellebogen, de schoudertoppen en oren. En zijn de risicoplekken. Kijk je naar de buikligging, de ligging waarin mensen op IC ook gelegen hebben, dan is het risico op de wreef, scheenbeen, de knieën, de ribben, de elleboog, de oren, gezicht, de kin, de jukbeenderen, het grootste risico. Kijk ik naar de zithouding, dan zijn de risicoplekken aanwezig op de hielbeen, de zitbeen, de stuit. En dan stuit bij met name als iemand onderuitgezakt zit. Daarnaast de ellebogen en de schouderbladen. Bij het staan en lopen zijn de drukplekken in combinatie met de schoenen. En die zijn getoond door middel van die streepjes op de afbeelding onderaan de seat. Let op, de drukplekken kunnen ontstaan door oedeem in de voeten, waardoor het schoeisel eigenlijk naar verhouding te klein geworden is. Blijf aandacht houden voor als er spasticiteit is, of vergroeien of contracturen, want dat kan extra risico geven op decubitus en ook dat dan op onverwachte plaatsen. Slangen van containers en beademingen kunnen ook druknokreizen geven, dus ook dat verdient de aandacht. Een contractuur is een verkorting van het weefsel, van spieren, pezen of gewrichtskapsel, waardoor er bewegingsbeperkingen ontstaan. Ze ontstaan door te weinig beweging, immobilisatie en verhoogde spierspanning. En dat geeft pijn, beperkingen van mobiliteit en drukverhoging. En drukverhoging is weer een risico op decubitus. Op het linkerplaatje zien jullie een dame in contracturen liggen, waarbij er extra druk ontstaat ter hoogte van de hielen en ter hoogte van de billen stuit. Het advies is dan om de lichaamsdelen te ondersteunen, zoals op het rechterplaatje ook aangegeven staat. Multidisciplinair werk is heel erg belangrijk en is eigenlijk ook vanzelfsprekend. Ik wil in het kort even de wondverpleegkundige aanhalen. De wondverpleegkundige kun je raadplegen over de categorie van decubitus, maar ook over het in te zetten interventies. Waar kun je die vinden? Die werken in zorginstellingen, ziekenhuizen. Ze werken ook als gespecialiseerde verpleegkundigen bij thuiszorgorganisaties, bij wondexpertisecentra en bij het uitleencentra voor antidecubitus materiaal. Maar welke interventies kun je nu eigenlijk inzetten? Je moet in eerste instantie natuurlijk de graad van decubitus bepalen. De graad van decubitus, de categorie van decubitus bepalen door je door de wond te beoordelen. Je bepaalt ook de interventies en daar hou je rekening mee door rekening te houden met een groot aantal factoren. Denk aan de categorie, maar ook aan de locatie van de decubitus en de ontstaanswijze van de decubitus.
Neem de individuele kenmerken van de cliënt ook mee in de overweging voor de interventie. Denk daarbij aan de voedselinname, maar ook aan de doorbloeding. Hoe mobiel is iemand? Hoe ligt iemand in bed? Hoe zit iemand in bed? Zet een antidecubitus kussen of matras in. Zorg voor een goede drukverdeling over het lichaam, zowel in bed als in de rolstoel. De twee plaatjes of de plaatjes die getoond worden in licht en in rolstoel en stoel tonen aan hoe je goed zit. Alle lichaamsdelen moeten goed ondersteund zijn. Door een goede ondersteunde zithouding en lichthouding is het risico op decubitus zo laag mogelijk. Let erop dat mensen met ex-COVID-cliënten een prettige lichthouding hebben en dat het in verband met de benauwdheid erg individueel en wisselend is wat als prettig ervaren wordt. Meestal is een rechtop zittende houding in bed wordt als prettig ervaren. Ga dan wel afbouwen naar een normale lichthouding. Ondersteun waar nodig met kussens, onder andere in zijlig met een hoefijzerkussen, maar dat kan ook op andere manieren. Wissel houding af waarbij je denkt aan zitten, liggen, actief mogelijk bezig zijn. En houd er wel rekening mee dat ex-COVID-cliënten gewoon weinig energie hebben. Soms ook weinig energie om zelf de transfers te maken. Het omdraaien in een bed hebben ze soms ook hulp nodig. En dat het voor ex-COVID-cliënten ook vermoeiend kan zijn om op te zitten. Dus houd daar ook gewoon rekening mee. Ik wil in het kort nog een aantal interventies benoemen die gekoppeld zijn aan de locatie en de mogelijke oorzaak. Kijk je bijvoorbeeld naar de stuit, dan kan een onderuitgezakte zithouding in bed of in de rolstoel of schuifkrachten decubitus veroorzaken. Maar zeker ook plooien in kleding en matras. Dat kunnen dan de interventies zijn, zijlig, maar ook ruglig met semi-fouler of een kantelstand van de rolstoel. En natuurlijk ook niet het AD-matras en kussen vergeten of een glijlaken. Bij de binnenknieën ontstaat vaak de druk van de knieën op elkaar in ruglig, zijlig of een zithouding. Dat kun je dan een interventie op inzetten door een kussen tussen de benen te leggen, waardoor er geen druk meer op de knie is. Kijk je naar de hielen, dan ontstaan de hielenproblemen vaak door wrijfkrachten en door ruglig. Dus het is belangrijk om in ruglig de onderbenen te ondersteunen, zodat de hielen vrij liggen en de knieën in zijlig bijvoorbeeld naast elkaar. Door in ruglig de vouwerstand ook gewoon toe te passen. En eventueel zijliging aan te houden. Heb je problemen met de oorschelp, dan kan dat ontstaan zijn door onder andere de zuurstofslang, maar ook door druk in zijlig. En belangrijk daarbij is om dan de oorschelp vrij te leggen en de ruglig en zijlig af te wisselen en zeker te leggen op de zijde waar de oor geen problemen geeft. De buitenenkel is vaak ook een probleem die ontstaat doordat er wrijfkrachten zijn of schuifkrachten en het tweede been erop ligt. Dus zorg dat iemand op de andere zijde komt te liggen of dat de enkel vrijgelegd kan worden. En denk daarbij zeker ook aan schoeisel. Dit was in het kort even een stukje uitleg naar jullie. Ik hoop dat het alles duidelijk is. Bedankt. Hallo Ina. Ja, heel duidelijk. Ik heb zelf alleen ervaring vooral bij dwarslezenpatiënten en decubitus. Hoe denk jij dat mensen die wel... Kijk, op de IC hebben zij niks ervaren van die druk en van die wonden. Maar hoe zit het daarna met de factor pijn bij dit soort herstel van wonden? De factor pijn is zeker aanwezig en daar moet wel degelijk rekening mee gehouden worden. De hoeveelheid pijn is een stukje ook persoonlijk. De een heeft een hogere pijngrens dan de ander, maar ligt ook aan de stadium van de decubitus, aan de hoe diep is de wond, hoe groot is de wond, de locaties van de wond. En daar moet dus wel degelijk rekening mee gehouden worden. Ja, en... Merk je dat mensen erg gehinderd worden door die pijn? Dat ze daar activiteiten vermijden? Of dat ze... Mensen gaan inderdaad pijn vermijden. Dat is een natuurlijke iets in ons. En waardoor we juist op andere plekken druk kunnen ontstaan. Dus het is wel belangrijk om ook een stukje psycho-educatie te geven en uitleg te geven. En pijn mag vermeden worden, maar dat moet je dan doen door de inzet van de juiste interventies. Ja, dus hulp ook vragen bij artsen of dergelijke, denk ik. Ja, als iemand pijn aan de hielen heeft, dan kan je kijken om verbandschoenen aan te schaffen. En in elk geval de hielen vrij te leggen in ruglig. Heeft iemand pijn ten gevolge van druk van de schoenen, dan ga je naar een grotere maat schoenen. Dus kijk ook naar wat de oorzaak is en hoe je dan toch die druk ervan af kan halen. Ja. En als de druk ervan af is, is ook al een stukje de pijn weg. Niet helemaal natuurlijk, want het blijft een wond. Ja. Maar het kan dan mede bepalend zijn.
Ja, dan zijn er wat vragen over het type materialen wat je kan inzetten. Het verschil in een schuim- en een luchtmatras. Is er iets over te zeggen over die categorieën en wanneer je welk materiaal gebruikt als matras? Ik vind dat een hele lastige, omdat er op dit moment zoveel type matrassen zijn. En ik werk met name in de eerste lijn. En dan is ook een stukje de leverancier van de eerste lijn artikelen die mede bepaalt wat er ingezet gaat worden. En het hangt van heel veel factoren af. Ligt iemand een hele dag in bed, dan zet ik eerder een hoogwaardig systeem in. Als iemand die alleen gedurende de nacht op bed ligt en overdag eigenlijk best wel actief is. Dus het hangt van heel veel factoren gewoon weg af wat je in gaat zetten. Ja. Bedankt zover. En we gaan de volgende spreker uitnodigen. Als er nog vragen zijn, kunnen we dat straks ook nog even bekijken. Sabine, mag ik je vragen? Kijk, daar hebben we Sabine al. Tot nu toe, so far so good, technisch gezien. Nou, fijn Sabine, veel succes met jouw presentatie over cognitieve problemen. Ja, dankjewel. Nou, graag wil ik jullie iets vertellen over... Mag nog wel de eerste slide? Ja. Over cognitieve problematiek na COVID-19 en de rol van ergotherapie. Nou, zowel in de acute als in de herstelfase ervaren cliënten na COVID-19 cognitieve problemen. En eigenlijk zien we dat dat onafhankelijk is of ze nou wel of niet in het ziekenhuis hebben gelegen. En deze problemen hebben een enorme impact. Ze hebben invloed op het dagelijks leven, de kwaliteit van leven, maar ook terugkeer naar werk voor degenen die nog werkzaam zijn. De belastbaarheid en de relaties. Cognitieve problemen na COVID-19 willen we graag verdelen in 3 groepen. De eerste is delier, PICS, post-intensive care syndroom en milde cognitieve problemen. En ik zal kort over elke groep even wat vertellen. De eerste groep delier. Belangrijk om een beeld te krijgen van de risicofactoren. Hè? Wanneer ontstaat er nu eigenlijk een delier? Dat is leeftijd, ernstige infectieziekte, beademing en sedatie. En we zien dus dat dit ook veel voorkomend is bij COVID-19, een delier. Je kunt dat vaststellen met behulp van de delirium observatiescreening, de DOS-schaal, onder andere. Hè? Er zijn meerdere schalen. De verpleging doet dat. Er zijn 13 observaties van gedrag die dus symptomen van delirium weergeven. Nou, wat is nu de relatie eigenlijk met de cognitieve problematiek? Cliënten met een delier op de IC hebben eigenlijk een groter risico op cognitieve klachten op lange termijn. Wat uiteraard afhangt van de duur van het delier. En wat ook gezien wordt bij COVID-19 is dat door de isolatiemaatregelen het delier in stand gehouden wordt. Ervaring vanuit het ziekenhuis is dat bijvoorbeeld als mensen van de beademing afgaan, ze snel erg in de war zijn. En daardoor dus een delier ook kan ontstaan. Maar dat dat op het moment dat ze gaan mobiliseren, dat het wel weer opklaart. Maar ook als bijvoorbeeld de beschermingsmaatregelen niet meer getroffen worden. Dat dat al veel helpt. De tweede groep, PICS. Post-intensive care syndroom. Dat ontstaat eigenlijk als iemand langdurig op de IC is opgenomen, op de intensive care. En het is een verzamelnaam voor alle fysieke, cognitieve en psychische problemen die ontstaan na een kritieke ziekte. Wat Brigitte net ook al zei, de critical illness, zoals dat voorheen genoemd werd. En in deze presentatie gaat het dan specifiek over de cognitieve klachten. Wat eigenlijk gezien wordt, is dat 40% van de mensen die op de IC hebben gelegen cognitieve klachten overhoudt, ongeacht de leeftijd. En ongeacht de voorafgaande conditie. En de ernst hangt af van de duur van de opname op de IC, van de leeftijd, van de comorbiditeit en van de beademingsduur. En problemen die we bij PICS tegenkomen, de cognitieve problemen, zijn aandacht, geheugen, informatieverwerking, fysio-spatiële functies die problemen opleveren, executieve vaardigheden die moeilijk zijn, problemen in de woordvinding of overprikkeling. En de verklaring voor deze klachten is eigenlijk, ja, het kan tweeledig zijn, uitputting door de ziekte, maar ook de verandering van het functioneren van hersenen, die dus door de ernstige ziekte veroorzaakt kunnen zijn of door medicatie. En dat is nu eigenlijk ook wel wat er bij COVID genoemd wordt, ongeacht weer of iemand op de IC heeft gelegen. En wat een ervaring is vanuit het ziekenhuis, is dat eigenlijk voor de cliënten, voor de patiënten, alles snel te veel is. En wat ik jullie daarin mee wil geven, en misschien ook wel echt heel herkenbaar is dat het belangrijk is om alleen naar de cliënt toe te gaan, langzaam te praten,
de tijd te nemen. En dat je geduld hebt tot ze een beweging hebben gemaakt of over een antwoord hebben nagedacht. Omdat de doorgaanste mensen die ze aan hun bed krijgen, dat veelal niet doen, de tijd nemen. Dus het is ook goed om iedereen hierover te informeren die bij de patiënt betrokken is. De derde groep is de groep met de milde cognitieve problemen. En problemen die we voornamelijk zien bij deze groep zijn problemen met aandacht, geheugen en informatieverwerking. En als het milde cognitieve problemen zijn, is de verwachting eigenlijk dat die klachten herstellen in de eerste 3 maanden. Ik werk zelf in de eerste lijn en ik heb op het moment een cliënt in behandeling die heeft slaapapneu en hartritmestoornissen. En in maart kreeg hij corona. Die is 3 weken heel ziek thuis geweest. Is niet opgenomen geweest in het ziekenhuis of op de IC. Hij is zelfs alweer gestart met werk en bedacht toen misschien is het toch goed om ondersteuning te krijgen van een ergotherapeut. En hij ervaart problemen in de concentratie en geheugen. Dus dat heeft hij heel veel last van op het werk. Maar hij is ook heel snel overprikkeld door licht en geluid. Hij kan bijvoorbeeld niet langer dan 1/2 uur buiten lopen. Dan wordt hij eigenlijk naar in zijn hoofd en wiebelig. Ik geef nu dit voorbeeld en ik merk eigenlijk dat ik denk, ja, zijn dit wel milde cognitieve problemen? En ik denk dat het toch belangrijk is om ongeacht de context ervan uit te gaan dat de ernst van de cognitieve problemen kan variëren. Ik heb bijvoorbeeld ook van een collega van mij iemand na corona die opgenomen is op de IC en eigenlijk nauwelijks cognitieve problemen ervaart. Dus belangrijk om daarbij stil te staan. Nou ja, goed, dan krijg je dus iemand na COVID-19 en hoe ga je dan dus zorgen dat je die cognitieve mogelijkheden en beperkingen in kaart brengt? Dat is eigenlijk heel belangrijk. Nou ja, zoals ook in de handreiking staat en ook elke keer genoemd wordt, is het overzicht wat ik nu geef of de dingen die ik vertel niet volledig. Dus dat wil ik elke keer wel even benadrukken. Wat eigenlijk allereerst gewoon belangrijk is bij elke groep, eigenlijk bij elke cliënt, is om het gedrag, het handelen te observeren, hoe klein ook. Dus ook bij iemand met een delia een kleine handeling observeren. Dat kan op verschillende manieren. Je kan een open observatie doen, een gestructureerde observatie of met behulp van een observatieinstrument, met een meetinstrument. En wat ik eigenlijk mee wil geven is kies een manier die bij jou past, die bij de cliënt past op dat moment en bij de context en situatie past om aan je informatie te komen. Bij een delier is het eigenlijk niet betrouwbaar om te meten. Dus daarom moet je de informatie halen uit je observatie. En naast het observeren kun je gebruik maken van screeningsinstrumenten. Als je tijdens het observeren iets gezien hebt waarvan je denkt, ik wil toch weten of er sprake is van cognitieve problemen. Dan kun je dus screenen. En dan zijn er verschillende mogelijkheden. De MoCA, de CLCE24 en de ACLS bijvoorbeeld. En even afhankelijk van wat je wil weten, kies je instrument. Wat ik bijvoorbeeld zelf in de eerste lijn fijn vind, is om de CLCE24 te gebruiken. Omdat je daar ook kunt vragen of de partner wil scoren. Dus dan zie je ook hoe ervaart iemand zelf wel of niet problemen en hoe ziet de partner dat. Dus dat vind ik wel een mooie aanvulling. Nou ja, na de observatie en of de screening kun je er nog voor kiezen om nog een specifiek meetinstrument te gebruiken. Als je merkt van, ik zie hier bijvoorbeeld echt problemen betreft het geheugen, dan zou je de contextual memory test nog kunnen afnemen. Als je denkt van, ik wil eigenlijk wat meer beeld krijgen van executieve problemen, dan zou je de weekly calendar planning activity kunnen gebruiken. En voor de snelheid van informatieverwerking zou de mental slowness observation gebruikt kunnen worden. De eerste en de laatste zijn in het Engels, dus dat is iets wat je dan wel mee moet nemen in de keuze die je maakt. Na de observatie ga je op basis van de verkregen informatie bepalen samen met de cliënt en zijn omgeving aan welke doelen je wil werken. En hoe je aan deze doelen gaat werken. En wat eigenlijk als eerste gewoon heel belangrijk is te bepalen welke benadering je toepast en welke leerstrategie. Zodat je zo goed mogelijk kunt aansluiten bij de mogelijkheden van de cliënt. En wat we daar vooral in mee willen geven is dat de cliënten niet te snel te overschatten. Nou ja, dat is voor jullie denk ik ook allemaal wel bekend, hè, de onzichtbare gevolgen om daar rekening mee te houden.
wat daarbij ook heel belangrijk is, is inzicht te geven aan de cliënt en aan de omgeving in de beperkingen die iemand heeft. En interventies kunnen zijn het trainen van de functie. Dat doe je eigenlijk alleen, de aandacht kun je trainen. Maar aanleren van interne en externe strategieën of compensatie. En daarbij is het gewoon belangrijk, en dat hoort eigenlijk ook echt bij ons vak, om altijd uit te gaan van de mogelijkheden die iemand heeft. En om die mogelijkheden echt heel bewust in te zetten. Hoe moeilijk het soms ook is. En om de omgeving heel actief te betrekken bij alles wat je doet. Nou, wat zou je nou concreet eigenlijk per doelgroep kunnen doen? Want dat is natuurlijk toch fijn om daar handvatten voor te hebben. En bij een delier, wat ik eigenlijk al zei, je observeert. En daarna is het eigenlijk benaderd belangrijk om de benaderingswijze te bepalen en de omgeving hierover te adviseren. Duidelijkheid en structuur zijn bij een delier heel erg belangrijk, want eigenlijk je eerste doel is om het delier op te laten klaren, zodat je ook veel beter een beeld krijgt wat van iemand zijn mogelijkheden. Denk aan het gebruik van een klok, van een kalender, vertrouwde spullen en werk hierin heel nauw samen met de verpleegkundige. Interventies die je kunt gebruiken voor de andere twee groepen, dus de PICS en de milde cognitieve problemen, zijn eigenlijk wel vergelijkbaar wat je daarvoor kunt gebruiken. Er zijn ook weer een aantal die ik hierin noem. Brigitte had ook al genoemd niet rennen, maar plannen. Daar zitten 5 modules in die onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden. Dus dat is heel erg mooi om te kijken welk probleem speelt er op dit moment en welke interventies zouden passend zijn. Heb je de scholing gedaan voor de PPP-interventie, dan is dat natuurlijk een hele mooie manier om te gebruiken om die cognitieve vaardigheden verder te trainen. Wellicht een collega die het heeft gedaan als je het zelf niet hebt gedaan, die je om advies zou kunnen vragen. Interventies gericht op de omgeving zijn heel erg belangrijk. Psycho-educatie is al eerder genoemd, zowel aan de cliënt als aan de omgeving. Maar ook het adviseren van de omgeving, coachen van de omgeving. Denk ook aan coaching on the job, dat je samen gaat kijken en terwijl je bezig bent tips kan geven aan de partner hoe ze het beste om kan gaan met. En als laatste de functietraining van de aandacht, procestraining. Dus eigenlijk wat daarmee bedoeld wordt is de basisniveau bepalen, hoe lang kan iemand zijn aandacht bewaren en dat zo gegradeerd gaan opbouwen zodat iemand steeds meer langer zijn aandacht vast kan houden en zijn aandacht beter kan gaan verdelen. Om dat langzaam op te bouwen. Dat was wat ik jullie hierover wilde vertellen. Dankjewel Sabine, helder verhaal. Ik heb wel wat vragen uit de chat gekregen. Eentje gaat inhoudelijk heel erg over die handreiking, die speel ik even op een andere manier naar je door. Er zijn best wel, jij zei al terecht, zijn dit wel milde cognitieve problemen. Is er niet sprake van hersenletsel? Kijk, je kan natuurlijk een herstellend beeld krijgen na IC of zo, maar is er niet ook sprake toch van een hersenletsel? Of weten we dat pas over een half jaar? Of omdat COVID nog zo'n onbekend beeld is. Ja, daar zijn wel de eerste berichten al over en dingen al over geschreven. Wat er eigenlijk nu aan dingen geschreven zijn, is dat door de corona, door de kortademigheid, komt er minder zuurstof in de longen, maar ook minder zuurstof in de hersenen, die dus schadelijk zouden kunnen zijn en daardoor dus letsel op kunnen leveren. Maar ook wat er gezien wordt, en dat is nog niet helemaal duidelijk, is dat er trombose plaatsvindt, dus dat er kleine stollentjes ontstaan. En wat dat ook in het brein zou kunnen gebeuren, wat dus voor die schade zorgt. Dus het is wel echt duidelijk dat het dus niet meer afhankelijk is van of je nou wel of niet op de IC hebt gelegen, of je cognitieve problematiek hebt na COVID-19. Maar dat geldt echt zeker voor elke groep. Ja, want de vraagsteller meldt ook van ik zie iemand die eigenlijk niet getest is, 2 dagen ziek is geweest en 6 weken later nog niet op het pijl is cognitief. Dus daar lijkt toch wel meer aan de hand. Ja. En dat moeten we ook blijven doorpuzzelen, denk ik, van hoe zijn deze mensen er naartoe? 6 weken, 12 weken later, ja.
Nou, dat was een mooi artikel, hè, van iemand die, dat werd dan genoemd, van iemand is weer gaan werken en dacht ik kan het allemaal niet aan, ik kan die vergaderingen niet bijwonen, ik kan het niet volhouden, heb ik nu een burn-out? En dan is eigenlijk het antwoord van ja, dit is geen burn-out, dat zijn echt de gevolgen van COVID-19. Dus ik denk we moeten daar echt met elkaar heel alert op zijn en mensen daar ook goed over voorlichten en vooral in ondersteunen. Ja, daar hebben we denk ik ook een rol in, omdat het pas aan het licht komt als die activiteitenniveaus omhoog gaan. Ja. Daar pas de ruis ontstaat. Ja, ja. Bedankt zover in ieder geval. Mochten er dadelijk nog vragen zijn, dan kom ik bij je terug. Ja. Dan vraag ik Jacqueline Koppers om haar video aan te zetten. Daar is ze al. Hallo Jacqueline, welkom in dit webinar. En veel succes met de presentatie over psychische klachten. Dankjewel Jacqueline. En welkom allemaal bij de presentatie over psychische klachten bij COVID-19. Maar laten we eerst even kijken naar wat nou eigenlijk de risicofactoren zijn voor het ontstaan van die psychische klachten. Want we kennen eigenlijk allemaal wel de beelden van de IC's uit de media. En het is dan ook niet moeilijk om voor te stellen dat langdurige buikligging, beademing en het moeten missen van naasten, het worden verpleegd door een plastic en volledig onherkenbare mensen, vaak psychische klachten met zich mee kunnen brengen. En naast de angst waar Sabine het net ook al over had en Brigitte. En de media-aandacht die kan die trauma's ook nog weer extra triggeren. Maar ook psychische klachten kunnen voorkomen bij mensen die de COVID-19 thuis hebben doorgemaakt. En ook zij blijken soms angstig te zijn of het zelfvertrouwen te missen. Welke klachten kunnen we dan verwachten? Psychische klachten bij COVID-19 zijn waarschijnlijk niet anders dan bij die bij PICS, hè, waar Sabine het net ook al over had. En ook de intensiteit van psychische problemen kan variëren per persoon. Cliënten kunnen bijvoorbeeld last hebben van piekeren of slecht slapen, angstklachten, waaronder bewegingsangst, vanwege het weer moeten wennen aan hun eigen lichaam. En daarnaast zijn signalen van traumatische ervaringen zoals nachtmerries, flashbacks en schrikreacties herkenbaar. Ook somberheid en depressieve klachten kunnen voorkomen. Cliënten hebben vaak ook last van overprikkelingsklachten, zoals Brigitte en Sabine al benoemden. Zelfs ook na de IC-periode en ook van normale prikkels waar andere mensen geen last van hebben en die zij makkelijk kunnen filteren. En dit kan ook nog leiden tot onbegrip. Specifiek voor COVID-19 is ziekteangst, omdat er nog heel veel onbekend is over de ziekte en over het herstel op lange termijn, waardoor onzekerheid over de toekomst kan ontstaan. Vanwege zware sederende medicatie blijkt een delirium vaak op te treden. En ook na de IC-opname kan een cliënt nog lange tijd last hebben van hallucinaties, na zo'n delirium bijvoorbeeld. Hoe kunnen we nou die klachten herkennen als therapeut? Angst en somberheid kunnen zich ook op andere manieren uiten. En uiteraard in een toename van spanning tijdens de therapie, maar ook als een cliënt opdrachten niet uitvoert en daarover smoesjes verzint. Of als een cliënt blijft praten over in plaats van te gaan doen, zich terugtrekt, of juist ook als iemand somber is, na een terugval door te hard oefenen. Want wat Brigitte al zei, zijn er ook een aantal mensen, jongere patiënten, die zichzelf overschatten en daardoor misschien te veel gaan doen. Rouw in de vorm van angst, piekeren of somberheid is zeker ook te verwachten na een potentieel traumatische gebeurtenis, zoals een IC-opname, of na een ernstige ziekte, zoals COVID-19. Dus als een normale reactie op een abnormale, spanningsvolle en soms ook levensbedreigende situatie. Normale rouw neemt af na verloop van tijd. Psychische klachten houden echter langer stand en kunnen de gezondheid en het herstel verhinderen. Daarom is tijdig signaleren essentieel. En alertheid op psychische klachten is zeker ook essentieel omdat er een wisselwerking bestaat met lichamelijke klachten, vermoeidheid, prikkelgevoeligheid en cognitieve klachten. Inventariseren, signaleren en doorverwijzen. Qua inventarisatie kan de COPM gebruikt worden of de Questionnaire Occupational Performance, de QOP. De QOP is een self-assessment om de ervaren kwaliteit van leven en tevredenheid over het dagelijks handelen in kaart te brengen. De AASP is een vragenlijst om het zintuiglijk profiel in kaart te brengen bij overprikkelingsklachten. En voor het scoren van de AASP is een training nodig. Signaleren. Er zijn verschillende meetinstrumenten die door verschillende disciplines gebruikt kunnen worden, zoals de HADS voor angst en depressie,
de CLCE24 voor cognitieve en emotionele klachten, zoals Sabine ook al zei, of de PCL5 voor PTSS-klachten. En het AMC en het Psychotraumatisch Centrum 45 hebben onlangs specifieke screeningslijsten voor PTSS voor COVID-19 ontwikkeld. Bij twijfel over iemands mentale gezondheid kunnen ergotherapeuten deze vragenlijsten voorleggen aan cliënten of gebruiken om zelf kennis over signalen op te doen. Doorverwijzen. Bij doorverwijzen is nodig bij twijfel, een niet pluisgevoel of behoefte aan overleg, kun je contact opnemen met de huisarts, de POH GGZ of de post-IC-poli van het ziekenhuis. En neem eventueel bij twijfel eerst de vragenlijsten af, waar dat we het net over hadden. Overleggen is aan te raden als de behandeling stagneert of als een van betrokkenen, dus cliënt, naaste of jijzelf als ergotherapeut, zich zorgen maken. Doorverwijzen is essentieel bij forse klachten. Als klachten de mentale gezondheid en het herstel hinderen of bij suïcidaliteit. En meestal kun je na doorverwijzen de ergotherapeutische behandeling vervolgen in samenwerking met diegene die tegelijkertijd specifieke behandeling voor psychische klachten biedt. Enige aandachtspunten in de behandeling, want hoe kan je nou rekening houden met psychische klachten in je ergotherapiebehandeling bij deze doelgroep? Nou, dat kan bijvoorbeeld op de volgende manieren: door rouw over wat iemand heeft meegemaakt aan psychische klachten bespreekbaar te maken. Maar blijf dan niet hangen in praten over. Houd de trias luisteren, valideren en normaliseren voor ogen. Luister naar wat de cliënt vertelt, valideer diens ervaringen en normaliseer de reactie, zoveel als mogelijk is, als een normale reactie op een abnormale situatie. Ga verder uit van de samenhang tussen lichaam en geest en onderzoek hoe dit elkaar beïnvloedt. Onderzoek ook de samenhang tussen de klachten onderling en bekijk daarin expliciet hoe dat beïnvloedt en hoe dat ook iemands mogelijkheden beïnvloedt. Bijvoorbeeld de helpende copingstrategieën. Want hoe gaan mensen in hun situatie daarmee om? Gaan ze over hun grenzen heen? Is er sprake van vermijding? Ervaart iemand voldoende betekenisvolle activiteiten? Dat zijn allemaal dingen om te onderzoeken. En houd ook de balans in de gaten tussen motiveren om een stap verder te gaan en iemands grenzen in de gaten te houden. Zeker bij deze doelgroep die zichzelf kan overbelasten. Focus verder op het dagelijks leven. Want dat is het aangrijpingspunt van ergotherapie. Hoe kun je het dagelijks handelen ondersteunen? En dat is eigenlijk niet anders dan wat we gewend zijn bij andere diagnoses. Dat doen we altijd al. Focus ook op verandermogelijkheden en veranderende wensen. Wat is belangrijk voor deze persoon? Waar wil de cliënt zijn energie aan besteden? De weinige energie wat hij al heeft, wat Brigitte ook zei. Waar wil diegene zijn energie aan besteden? En wat motiveert deze persoon tegenover me? Richt je in de behandeling op wat wel kan, biedt hoop en perspectief. En verder is de cliënt de eigenaar van zijn proces. En dat betekent soms dat je als ergotherapeut als een nieuwsgierige, onwetende vragen stelt. Daarbij kan helpen om samen te visualiseren hoe iemand het doel voor ogen heeft. Heb vertrouwen in eigen kunnen. En dat geldt zowel voor de cliënt, naaste, als jezelf als therapeut. Bied ook vertrouwen en veiligheid, ook emotioneel. Vier vooruitgang en maak kleinere stappen als dat nodig is. En faciliteer succeservaringen. Wat zijn nou mogelijke specifieke interventies voor psychische klachten bij deze doelgroep? Het verbeteren van ervaren handelingsproblemen, maar dat is eigenlijk natuurlijk geen specifieke interventie voor deze klachten, want dat is wat we als ergotherapeut gewend zijn om te doen. Waarom dan toch hier noemen? Nou, omdat bij deze klachten ook het dagelijks handelen het ons aangrijpingspunt is. En ETP.net heeft een factsheet op hun website staan met mogelijke resultaten van interventies voor psychische klachten in het algemeen. En wat betreft overprikkeling biedt de ASP handvatten voor behandeling. Maar ook de ACID of andere sensorische integratiebenaderingen zijn toepasbaar. Qua interventies kun je denken aan educatie, zoals uitleg over de samenhang tussen overprikkeling en andere klachten, of over iemands zintuiglijk profiel en betrek hierbij ook de naaste. Behandeling, bijvoorbeeld stapsgewijs opbouwen van prikkels, is ook een mogelijkheid, of het aanleren van compensatiestrategieën, zoals leren omgaan met of tijdelijk ontwijken van hinderlijke prikkels
en zich leren voorbereiden op situaties of leren dempen van overprikkeling. Andere interventies zijn educatie over het voorkomen, het ontstaan en herstel van psychische klachten en over wat cliënt en naasten daarin zelf kunnen betekenen. Activering, dus balans zoeken tussen opbouwen van activiteiten en binnen grenzen actief zijn. Want een gebrek aan zinvolle activiteiten of aan energie kan mensen somber maken. Als mens floreren we als we energie gebruiken voor betekenisvolle activiteiten. Onderzoek daarom waar iemand zijn energie voor wil aanwenden. En houd rekening met angst voor kortademigheid of voor een lage saturatie. Wat Sjoukje daar straks al zei. En gebruik eventueel hierin ook een angsthiërarchie om de opbouw te visualiseren. Het in kaart brengen van signalen, waar Brigitte het ook al over had, over vermoeidheid met een stoplicht, kan je ook gebruiken voor spanning of somberheid. Dit is een essentiële interventie, omdat veel mensen het gevoel over en vertrouwen in hun lichaam kwijt zijn. Samen helpende activiteiten en gedachten opschrijven in een stoplicht of een thermometer kan een geheugensteuntje zijn om te kijken welke activiteiten nodig zijn om weer richting groen te gaan. En informatie van naasten over signalen is daarbij een welkome aanvulling. Verder kunnen we het slaappatroon verbeteren, bijvoorbeeld door het dag- en nachtritme in kaart te brengen, routines in een dagstructuur vorm te geven of adviseren over slaaphygiëne. Interventies die niet specifiek voor ergotherapeuten zijn, zijn bijvoorbeeld de mindfulness en ontspanningsoefeningen, waar Brigitte het ook al over had. Cognitieve gedragstherapie om inzicht te krijgen in niet helpende gedachten en om helpende gedachten te formuleren. En ook de ACT, de acceptance and commitment therapie, is heel waardevol om bijvoorbeeld gedachten te kunnen zien als voorbijgaand. In plaats van om ons daarmee te vereenzelvigen. En wat Michelle ook al zei, motivational interviewing, oplossingsgerichte benadering, de veerkrachtbenadering en de sterke kantenbenadering zijn allemaal interventies die bijzonder goed toepasbaar zijn voor deze doelgroep en die ook de mentale gezondheid kunnen ondersteunen. Afsluitend, de links naar de genoemde instrumenten staan in de handleiding, behalve die van de PCL5 voor de COVID-versie. En die is te verkrijgen via de website van het Psychotrauma Centrum 45. Dan hebben we het over de uitgebreide versie. En de korte versie voor COVID is op te vragen bij het AMC. En de bronnen staan verder vermeld in de handreiking of zijn op te vragen bij mij. En dit hoofdstuk over psychische klachten wordt in de update nog verder uitgebreid. Dat was het. Dankjewel, Jacqueline, voor deze toelichting. Een vraag die komt is, er wordt natuurlijk veel begrip getoond voor de psychische klachten na zo'n heftige trauma, hè, als een ziekenhuiservaring. Maar hoe zit dat met mensen die thuis COVID gehad hebben? Verwacht je daar ook vergelijkbare psychische klachten? Hebben zij ook angsten? Ja, dat kan zeker. Het wil niet zo zijn dat als je thuis COVID-19 doormaakt, dat die angsten er niet zijn. Hè? Want ook voor hun geldt dat er nog heel veel onduidelijkheid is over hoe herstellen we nou en wat betekent dat voor de toekomst. Hè? Als we bijvoorbeeld terugkijken naar Q-koorts, daar zijn mensen nu ook nog die daar psychische klachten van over hebben. En we weten niet zo goed hoe dat ook voor COVID-19 geldt. Dus ben daar zeker alert over. Hè? Dat wil niet zeggen dat een intense ervaring dat alleen een intense ervaring intense psychische klachten met zich mee kan brengen. Ja. Dat is per persoon verschillend inderdaad. Ja, ja, bij Q-koorts weet ik ook dat een rol gespeeld heeft dat mensen geen erkenning konden krijgen voor het feit dat ze maanden later nog steeds niet lekker in hun vel zaten. Hè? Dus is dat voor ons ook een goede start om die mensen te helpen. Ja. Dat die erkenning gezamenlijk met dat cognitieve deel wat we net hoorden. Precies. Met die erkenning, dan hoeven mensen ook al minder te vechten voor hun klachtenrecht of zo. Hè? Ja, hoe legt het uit? Ja, ja, dat ja. Ja. Ja, inderdaad. Dat is, juist omdat het zo onzeker is, kan het nog heel veel klachten met zich meebrengen. En wat Sabine net ook al zei, van iemand die denkt dat hij een burn-out heeft, en terwijl het eigenlijk een klacht is die bij COVID-19 hoort, alleen die niet zo bekend is. Hè? Die niet zo in de spotlight staat als de longproblematiek. Die we eigenlijk allemaal wel kennen. Ja.
Er is een hele praktische vraag. De COVID-lijst heb je net al de bron van gegeven. Het stoplichtmodel is nu al een paar keer genoemd. Heb je daar een goede bron voor of hoe kunnen mensen daarop zoeken? Die bron staat niet genoemd in de handreiking. Maar de dingen die we nu in de webinar hebben genoemd en die niet in de handreiking staan, die worden meegenomen in de volgende versie van de handreiking. Ja, nou, er zijn ook al complimenten voor dat er nog een volgende versie komt en dat die aandacht voor psychische klachten daarin ook goed meegenomen wordt. Ja. Bedankt in ieder geval voor de inbreng zover. We gaan over naar Elle Weustink voor het laatste deel wat gaat over arbeid. Ja, fijn dat ik wat kan vertellen over werkhervatting. Ik praat voor ergotherapeuten en voor ons ergotherapeuten is werk middel en is werk doel. Middel is, hè, je kan de belastbaarheid observeren, vergroten in werk. Doel is ook, werk is voor bijna iedereen een betekenisvolle activiteit. Als je het hebt over middel, dan hecht ik er nogal aan om telkens te benoemen dat er wat mij betreft een grote helende werking zit in het doen van werk. Maar dan wel werk wat heel dicht bij je is. Een werk wat heel erg past bij je. En ook werk wat je moet doen passend bij wat je kan. En dan gaat het heel erg om dat je toepast wat alle vorige sprekers genoemd hebben. Alles wat je geleerd hebt in de revalidatie door ergotherapeuten, door andere behandelaars. Doe dat maar eens terwijl je aan het werk bent, want dat is echt een complexe situatie. Daar ga ik zo meteen dit kwartier voor gebruiken om daar wat over te vertellen. Mag ik de volgende dia? Er zijn verschillende factoren die meespelen bij werkhervatting. Dan heb je factoren in werk, waar ik zo wat over ga vertellen, maar ik begin met vertellen over factoren die in de cliënt zitten en het cliëntsysteem. Dan kan je het hebben over ziektegerelateerde klachten, persoonskenmerken en cliëntsysteem. Mag ik de volgende dia? Ik begin met de ziektegerelateerde factoren. Die zijn eigenlijk heel erg logisch. Het maakt nogal uit wat de ernst en de duur is van de doorgemaakte ziekte. De comorbiditeit, de ervaren klachten en beperkingen, start en duur van de revalidatie en de mate en snelheid van herstel. Ik wil even inzoomen op die start en duur van de revalidatie. Vooral eigenlijk wil ik het hebben over het einde van de revalidatieperiode. Want waar ik zo van hou, ik ben reïntegratiecoach, dus ik hou me alleen bezig met arbeid, ergotherapeut en de reïntegratiecoach. Ik hou er zo van als in de laatste fase van de revalidatie al wel aandacht is voor werk en als mensen waar mogelijk alweer eerste stappen doen richting werk. Omdat, wat ik net al zei, het is een van de meest complexe situaties. Alles wat je geleerd hebt, pas dat maar eens toe. Als je bijvoorbeeld geleerd hebt over pacing en je weet, ik wil één taak tegelijkertijd doen en ik moet het in een rustig tempo doen. Maar dan komen de collega's, dan is er een deadline, een andere collega is ziek. Pas dan nog al die principes maar eens toe. Het helpt door in zo'n complexe situatie te zitten en je hebt ook nog toegang tot de behandelaar. Dan kan je dat fine-tunen. Dan kan je in complexe situaties leren hoe je omgaat met alles wat je geleerd hebt. En daarmee bijdragen aan je herstel. Mag ik de volgende dia? Er zijn natuurlijk ook allerlei persoonskenmerken. Daar zijn net allerlei, Jacqueline heeft daar van alles over genoemd. Waar ik nu wat over wil zeggen is, wat je regelmatig ziet is als mensen een ingrijpende gebeurtenissen hebben doorgemaakt, dat soms er veranderde waarden en normen zijn ten aanzien van werk. Ik heb wel eens iemand begeleid, een docent, een heel jonge vrouw, zeer gedreven, maar met cognitief letsel. Die heeft uiteindelijk besloten dat ze ging stoppen met werken en dat ze tijd had voor vrienden. En want ze was ook ontzettend moe, had weinig energie. Terwijl een andere jonge vrouw met vergelijkbaar letsel, die koos ervoor om wel betrokken te blijven bij werk en maar eens in de 14 dagen sociale activiteiten te kunnen uitvoeren. En beide zijn goed, maar vraag ernaar en heb het erover. Mag ik de volgende dia? Wat ontzettend belangrijk is bij terugkeer naar werk is het cliëntsysteem.
En ik ga het hier dan heel kort hebben over het werkgebonden cliëntsysteem. Want de werkgever, de collega's, de arbeidsdeskundige, de bedrijfsarts, een verzuimverzekeraar. Er zijn ontzettend veel mensen die daar zich betrokken bij voelen en er wat over zeggen. Ik denk dat wij als ergotherapeuten al die mensen erbij moeten betrekken en dat we ze informatie moeten geven en ze om hulp moeten vragen om te zorgen dat onze cliënt zo goed mogelijk weer terug kan keren naar werk. Mijn basisaanname is, en wat ik ook eigenlijk bijna altijd merk, is dat iedereen wil helpen om te zorgen dat de cliënt terug kan keren naar werk. Maar je moet ze helpen, je moet ze informatie geven bijvoorbeeld. Dus wat ik wel eens gedaan heb, is zorgen dat een cliënt, dat er een bijeenkomst was, georganiseerd heeft om te zorgen dat collega en werkgever, dat er verteld werd wat er speelde, zodat iedereen ook goed mee kan denken en begrip heeft over wat er speelt. Ik denk ook dat wij als ergotherapeuten niet moeten schromen om een bedrijfsarts bijvoorbeeld informatie te geven, of om een arbeidsdeskundige informatie te geven. Omdat, het wisselt natuurlijk, maar een goede bedrijfsarts die wil heel graag onze informatie. Want die zit een cliënt vaak maar kort en die moet daarmee zeggen wat de belastbaarheid is met betrekking tot werk. Als wij die goede informatie geven, dan is dat helpend in goede FML, dus een functionele mogelijkhedenlijst die opgesteld wordt bij terugkeer naar werk. Vergeet dus de werkomgeving, het cliëntsysteem in de werksituatie niet. Mag ik de volgende dia? Dan ga ik het hebben over wat factoren in werk. We hebben ze onderverdeeld in vier categorieën. De arbeidsinhoud, de arbeidsverhoudingen, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden. En volgens mij zijn dit allemaal items waar wij als ergotherapeuten met bijzonder veel gemak van heel veel toegevoegde waarde kunnen zijn. Nou, het is denk ik, als iemand terugkeert naar werk, heel erg goed om naar de arbeidsinhoud te kijken. Hè. De mensen kunnen emotionele problemen hebben, ze kunnen weinig energie hebben, ze kunnen cognitief letsel hebben, ze kunnen, noem het op, alles wat net genoemd is, die problemen kunnen er zijn en die zijn van invloed op het werk wat je doet. Kijk goed naar de arbeidsinhoud, maar kijk heel goed naar wat iemand met gemak doet. Dat wil niet zeggen dat je dus altijd moet beginnen met opruimen of met aanvegen of met de heel eenvoudige taken. Het gaat erom dat je vraagt wat iemand met gemak doet. Dus ik heb wel eens een jurist begeleid die met heel veel gemak, met heel veel plezier, hele complexe zaken begeleiden. Maar normaal had hij een caseload van misschien wel 12 cases. Begin dan met 1. Maar zorg dat hij wel het werk krijgt wat hij met heel veel gemak doet. Arbeidsverhoudingen, daar had ik het net ook al over. Het is natuurlijk heel prettig als mensen zich welkom voelen op werk, als er aandacht is voor ze, maar ook als er begrip is. En ik noemde net al die bijeenkomsten, zorg dat er informatie gegeven wordt. En zorg dat je met mensen aan tafel zit, zodat dat ze zelf de oplossingen kunnen verzinnen. Want begrip helpt enorm, maar heb ook begrip voor een werkgever waarbij wel gewoon het werk gedaan moet worden. Dus wat ik heel veel doe, is alle belangen van iedereen op tafel leggen. En dan komen er vanzelf oplossingen en dan snappen mensen elkaar ook. En dat helpt enorm bij terugkeer naar werk. Dan hebben we arbeidsvoorwaarden, dat is voor onze ergotherapeuten denk ik vrij makkelijk. Maar je kan kijken naar werktijden. Je kan kijken of iemand 's ochtends het beste kan werken of 's middags het beste kan werken. Is er kinderopvang beschikbaar? Kunnen pauzes genomen worden? Heb het erover en kijk ernaar en bespreek het met je cliënt. Arbeidsomstandigheden, ja, dat is eigenlijk iets wat wij altijd denk ik al doen. Het maakt uit of een omgeving warm is of koud is, of er veel prikkels zijn of weinig prikkels zijn. Ga meekijken op de werkplek en kijk hoe een werkplek zo goed mogelijk ingericht kan worden.
En geef ook uitleg, want ik blijf eigenlijk ook een beetje hameren op, geef de uitleg, zodat alle partijen ook snappen waarom dat van belang is. Want dan willen mensen best helpen. Dan kan iemand heel vaak best apart een ruimte krijgen. Of dan is het best prima als die deur een tijdje dicht is. Of dat er een teken is van rood is, ik wil niet gestoord worden. Groen, je mag me wel vragen stellen. Ga gewoon mee en zorg dat je die adviezen geeft. De volgende dia. Dit is eigenlijk mijn laatste dia. Dat zijn de interventies die je kan geven. Daar heb ik er net volgens mij al een heel aantal van genoemd. Gaandeweg bij die factoren in werk. Zorg dat je informatie geeft. Daar blijf ik eigenlijk wel heel erg op hameren. Geef informatie over de aandoening. Zorg ook dat je cliënt die informatie kan geven. En geef ook educatie over de financiële gevolgen die er spelen. Over bijvoorbeeld de wet verbetering poortwachten. En daar kom ik zo meteen bij het laatste puntje nog op terug. We kunnen natuurlijk ook observeren en opbouwen van de belastbaarheid door middel van werk. Ik denk dat wij als ergotherapeuten veel vaker naar die werkplek kunnen gaan. En ik weet dat het vanuit sommige organisaties niet kan en dat het voor ergotherapeuten in eerste lijn soms ook moeilijk is. Maar ik denk dat er veel meer financieringsmogelijkheden zijn dan vanuit de zorg. Vanuit de zorg is het lang niet altijd mogelijk, maar je kan het wel doen. En ik denk dat we ontzettend van toegevoegde waarde zijn als we wel op het werk ook zijn. Omdat als je dat heel erg goed doet, dat observeren en opbouwen, heel erg gericht op je werkplek en ook in samenspraak met collega's, met werkgevers, dan is de kans op terugkeer naar werk veel groter. Soms lukt het natuurlijk niet dat iemand zijn eigen werk weer helemaal kan doen. Dan kan je het werk ook aanpassen aan de belastbaarheid. Het lijken open deuren, maar ook daarvoor moet je weer veel in overleg zijn met de werkplek. Vaak kan iemand, is er wel ander werk te vinden bij de eigen werkgever. Soms moet je ook zoeken naar werk bij een andere werkgever. En heel soms lukt terugkeer naar werk natuurlijk ook niet. Ik denk dat wij als ergotherapeut, ieder van jullie, ik weet niet precies wie er luistert, maar echt ieder van jullie, die kan heel erg veel meedenken over werk. In ieder geval bij de eigen werkgever. Doe het ook. Ik denk echt dat we de mensen met COVID en hun werkgevers, dat we die helpen. Als iemand echt naar ander werk moet, dan zou ik zeggen schakel een reïntegratiebureau in, waar ook ergotherapeuten werkzaam zijn. Jullie kunnen het niet inschakelen, maar adviseer dat. Want dat is echt wel iets anders dan wat je als basis wat wij als ergotherapeuten geleerd hebben. Ik blijf het benadrukken, betrek werkgever en collega's bij werkhervatting. Dat helpt ontzettend bij het resultaat, de terugkeer naar werk. Maar ik had net al gezegd, dat is het laatste wat ik wil vertellen, dat ik wat wil vertellen over de financiering. Want wij als ergotherapeuten zijn heel erg gewend om gefinancierd te worden door zorgverzekeraars. Maar er zijn heel veel meer kansen. Als je het hebt over werk, dan speelt als mensen een loondienstverband hebben, dan heb je het over de wet verbetering poortwachter. En in de wet verbetering poortwachter staat dat werkgever en werknemer 2 jaar lang alles moeten doen wat in hun vermogen ligt, om te zorgen dat iemand duurzaam kan terugkeren naar werk. En de werkgever is heel vaak bereid om daarvoor ook hulp in te schakelen. En wij ergotherapeuten, wij zijn hulp die ingeschakeld kunnen worden. En die dus ook een factuur kunnen sturen daarvoor. Dat betekent dat als je eigenlijk meer wil doen dan wat je denkt dat vanuit de zorg kan, en dat mag vanuit de instelling waar je werkt, bied dat ook aan om te doen. Zorg dat je langere tijd met iemand mee kan denken over hoe werk zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden, zodat iemand kan herstellen, die helende kracht van werk, maar dat ook het werk goed uitgevoerd kan worden en dat het ook klopt voor de werkgever. Dus werkgever kan betalen. Vaak is een werkgever verzekerd voor de kosten van verzuim. En die verzuimverzekering, die betaalt, die is ook vrij in wie die betaalt. En als je een goed verhaal hebt, kan je ook als ergotherapeut betaald worden daardoor. Soms betaalt een gemeente, dat is wel moeilijk hoor. Het UWV betaalt ook, maar dan moet je wel contracten hebben, dus dat is moeilijker. De arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten we ook niet vergeten. Als mensen zelfstandiger zijn, dan hebben ze soms een arbeidsongeschiktheidsverzekering en wij worden heel regelmatig betaald.
door de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Omdat zeker een arbeidsongeschiktheidsverzekering is erbij gebaat dat mensen lang aan het werk blijven. Of gewoon weer snel aan het werk komen. Dus vergeet die financieringsmogelijkheden niet. Hier laat ik het bij. Het is het einde wat ik nu kan vertellen. Mocht je vragen hebben voor je... Nou, nu kan je vragen stellen. En zeker als het over die financiering gaat, voel je vrij om te bellen, als het helpt. Ja, bedankt. Dankjewel Ellen voor deze samenvatting van een complexe problematiek. Hè? Want werkervatting heeft zoveel factoren, zoals je al noemde. Mm-hmm. In de vragen zie ik dat ook een beetje terug. Men zegt van ja, er zijn zoveel contactpersonen. Hè? Een bedrijfsarts, een werkgever, een case manager. Waar richt jij je nou als ergotherapeut op? Kies jij één van die als contactpersoon? Of zorg je dat je ze allemaal aan een tafel krijgt? Of wat is daar wijs? Ja, dat is per keer verschillend. Hè? In ieder geval altijd praat ik met de werkgever. Altijd. Ja. Dat kan ook in mijn rol als reïntegratiecoach, want ik word heel vaak betaald ook door de werkgever. Ik vind ze ook echt partij. Ik heb eigenlijk ook altijd contact met de bedrijfsarts, omdat ik wil dat er datgene... Ik zie veel meer wat iemand kan in werken, wat de belastbaarheid is, dan wat dan de bedrijfsarts ziet. Zeker als je het hebt over cognitief letsel. Vaak kunnen mensen in zo'n gesprek bij de bedrijfsarts heel erg goed vertellen wat er speelt. En dan lijkt het alsof ze enorm belastbaar zijn. Maar als ik train mensen ook in dat soort gesprekken. Zorg dat je ook vertelt over hoe het echt gaat in werk. En ik vertel dat de bedrijfsarts soms ook, zodat het belastbaarheidsprofiel, wat hij opstelt, ook kloppend is. En zodat iemand ook niet overvraagd wordt. Want ik ben een enorm pleitbezorgster voor ga weer aan het werk aan het komen, maar geen pleitbezorgster van overvraag mensen. Het gaat heel erg om het vinden van het juiste niveau. Ja. Dus eigenlijk voel ik me heel vrij om met heel veel mensen te praten. Is er niet één, maar zijn er meerdere. Ja, zeker. En hoeveel periode, want in het begin gaat er dan zo'n opbouw plaatsvinden. Hè? En op een gegeven moment ga je merken dat iets moeizaam loopt. Hè? Dat het toch niet zo gaat als iedereen voorspeld heeft. Ja. Nou, hoeveel tijd zou je dan denken aan een reïntegratiebureau inschakelen? Is dat 3 maanden of is dat... Ja, wat is een goede timing daarvoor? Of wanneer worden de problemen zodanig dat je zegt het gaat zich niet vanzelf oplossen misschien? Ja, dat kan je niet... heel precies zeggen, dat wisselt natuurlijk. Hè. Soms waren mensen al bij ons in begeleiding en kregen ze dan kwam corona. Dus dan zijn we heel snel, nadat ze uit de IC komen en weer thuis zijn, dan zijn we er heel snel bij. Kijk, er is altijd een zekere mate van normaal herstel. Dan hoef je een reïntegratiebureau er nog niet bij te betrekken, maar ergotherapeuten in revalidatiecentra of in eerste lijn. Kijk wel ook naar werk. Als je merkt dat het langer duurt, vaak worden wij niet voor de eerste 6 maanden bij betrokken. Ja. Maar dat mag wel eerder. Kijk, ja, bedankt in ieder geval zover. Oh, sorry. Dat wou ik nog zeggen. Ga je gang. Nou ja, ik hou heel erg ook van de samenwerking van mensen, ergotherapeuten, de behandelaars en wij als reïntegratiecoaches. Ergotherapeuten als behandelaars zijn vaak beter in het bedenken wat goede copingstrategieën zijn. In dat aanleren. Bij ons gaat het om het toepassen. Ja. Maar het is vaak heel complex. Dan overleggen wij soms of dan gaan we samen weer terug naar de behandelaar. En dan zeggen we, kan je eens meedenken? Hoe kunnen we hiermee omgaan? Ook al zijn wij ook ergotherapeuten. Maar wij zijn geen behandelaars. Ja. Dus die samenwerking, daar hou ik ook enorm van. Ja. Dankjewel voor je toelichting. Dan wil ik Janneke vragen. Of zij, ik noemde net namelijk dat jij de laatste presentatie was met heel veel excuses. Laten we de mantelzorgers zeker niet vergeten bij deze. Dus last but not least. Janneke, jouw presentatie over de mantelzorgers. Ja, jullie dachten al klaar te zijn, maar het laatste stukje kwam nog en niet het minst belangrijke. Dus welkom bij het onderdeel ondersteuning aan de mantelzorger bij COVID-19. En ik wil graag beginnen met het delen van de eerste ervaringen in de praktijk met mantelzorgers. Hierbij deel ik enkele citaten van mantelzorgers van COVID-patiënten. Ik heb in 5 weken wel 4 keer gehoord dat mijn man het niet zou overleven. En nu zijn we thuis. Mijn hoofd is er nog niet helemaal bij hoor.
En hij vertelt me niet alles, omdat hij bang is terug naar het ziekenhuis te moeten. Dat vind ik wel lastig. Midden in de nacht werd hij ineens overgebracht naar een ander ziekenhuis aan de andere kant van het land. Via beeldbellen heb ik hem uit coma gehaald op eerste paasdag. Toen ik zei, als je me hoort, doe dan nu je ogen open. En dat gebeurde. Zo bijzonder. In deze ervaringen hoor je dat de periode dat een naaste ziek is geweest, ook voor mantelzorgers een erg onzekere en stressvolle ervaring kan zijn. Onderzoek laat zien dat 3 maanden na IC-opname zo'n 1/3 tot de helft van alle familieleden van IC-cliënten te maken krijgen met symptomen van het Post-Intensive Care Syndrome Family, PICS-F. Te weten, angst, depressie of PTSS. Vermoeidheid en overbelasting worden gezien als factoren die gerelateerd kunnen worden aan onder andere depressie en slecht slapen. Het gevoel van overbelasting bij mantelzorgers tijdens de IC-periode blijkt zelfs een belangrijke voorspeller voor PTSS te zijn. Verschillende factoren spelen dus een rol in het ontstaan van PICS-F, waaronder ook in de individuele copingstijl van de mantelzorger. Daarover komt later nog meer. Een bedreigende IC-omgeving en gebrek aan informatie door de IC-professionals. Nu, in de coronatijd, ontbreken mogelijk een aantal normalité-beschermende factoren, zoals ondersteuning van mantelzorgers, adequate informatie en onbeperkte toegang om de cliënt te bezoeken. Nu we dat weten, is het van belang te weten met welke klinometrie je de behoefte en de belasting van de mantelzorger in kaart kunt brengen. Er zijn hiervoor verschillende meetinstrumenten beschikbaar om te inventariseren waar naast de behoefte aan hebben en om de mate van overbelasting of de mate van belasting in kaart te brengen. Allereerst kan de COPM een manier zijn om de ervaringen van de mantelzorger over het dagelijks handelen in kaart te brengen. Maar een veelgebruikt instrument om de ervaren belasting van mantelzorgers in kaart te brengen is ook de Caregiver Strange Index, de CSI. Het etnografisch interview is een middel dat ingezet kan worden om naast de belasting van de mantelzorger ook een beeld te krijgen van de rol, activiteit, taken en verantwoordelijkheden van de mantelzorger in kaart te brengen. Het geeft een beeld van de beleving en het perspectief ten aanzien van de zorgtaak. We nemen aan dat de richtinggevende vragen voor een etnografisch interview uit het EDOMA-programma hiervoor gebruikt kan worden. Daarnaast is het van belang om navraag te doen naar de verwachtingen van zowel de cliënt als mantelzorger over het herstel. Want daar waar de mantelzorger misschien het gewone leven weer op wil pakken, voelt de cliënt zich wellicht nog helemaal niet te ouder. Dit kan van invloed zijn op het herstel van de cliënt. Zo wil de mantelzorger van een cliënt van mij dolgraag met meneer weer familie gaan bezoeken, ook vanuit een cultuuraspect, terwijl hij die prikkels nog helemaal niet aan kan. Hij krijgt dan de steken in zijn hoofd en dat kan van invloed zijn op de tempo van het herstel. De copingstijl van de mantelzorger is van invloed op de wijze waarop zij omgaan met de situatie. Het kan voor mantelzorgers lastig zijn de psychische veranderingen of veranderingen in het gedrag van hun naasten adequaat te hanteren. De copingstijl van de mantelzorger kan van invloed zijn op het revalidatietraject. Wellicht een overvloede met copingstijl bedoelen we de manier waarop iemand denkt over of emotioneel reageert op en omgaat met de problemen en stressvolle gebeurtenissen. Door inzichtelijk te maken welke copingstijlen de mantelzorger toepast, kunnen hier in de behandeling adequaat interventies op ingezet worden. Het geeft een beeld van eventuele knelpunten en de kracht van de mantelzorger. Uiteraard is het hierbij van belang om samenwerking te vinden met collega-psycholoog en op maatschappelijk werk. Het verdient aanbeveling om de richtinggevende vragen uit het EDOMA-programma te gebruiken om de copingstijl van de mantelzorger in kaart te brengen. Iedere copingstijl biedt mogelijkheden, maar brengt ook zeker risico's met zich mee. Daarnaast adviseren wij de HADS om de mate van angst en depressie te onderzoeken en daarmee ook de noodzaak voor doorverwijzen. Dan gaan we door naar de interventies. Deze hebben we onderverdeeld in 4 categorieën. Voorlichting, zorgverlening, balans in de belastingbelastbaarheid, emotionele en mentale ondersteuning. Allereerst voorlichting. Literatuur over PICS-F onderstreept het belang van een duidelijke communicatie. Je kunt denken aan de volgende onderwerpen. PICS, PICS-F, herstelverwachting,
prikkelverwerkingsproblematiek en arbeidsreïntegratie. Deze laatste is van belang om de onzekerheid over de toekomst als belangrijke stressor te minimaliseren. Wil je informatie hierover om je voorlichting in te vullen, kun je op de website coronaplein.nl kijken. Daar vind je veel informatie. Dan gaan we naar interventies ten aanzien van zorgverlening. Bij zorgverlening kun je denken aan het adviseren over en trainen van vaardigheden voor de verzorging en begeleiding van de cliënt. Online zijn hiervoor heel veel instructiefilms beschikbaar, maar kijk eens op samenbeterthuis.nl. Zo adviseer ik een mantelzorger hoe zij ergonomisch haar partner bij de transfer van zit naar stand kan ondersteunen. Je kunt ook advies geven over relevante hulpmiddelen die de zorg kunnen verlichten en de cliënt kunnen ondersteunen bij betekenisvolle activiteiten. En tot slot de overprikkelingsklachten. Deze blijven vaak langdurig bestaan, zoals eerder gezegd. Het kan ook helpend zijn als je als ergotherapeut meedenkt voor de mantelzorgers, hoe zij bijvoorbeeld activiteiten of sensaties die een kalmerend of rustgevend effect hebben, daarover informeren. Dan de interventie ten aanzien van balans, belasting, belastbaarheid. Allereerst stimuleren de mantelzorger in het zoeken naar mogelijkheden om eigen activiteiten te behouden en te herkrijgen. Denk hierbij ook aan het belang van ontspannende activiteiten en hulp te vragen waar nodig en mogelijk. Ik zie bijvoorbeeld in de praktijk een mantelzorger die niet meer ging hardlopen en die alles in de zorg voor de patiënt stopte. En daarover toch, ze nam ook heel veel taken over, daar komt dadelijk nog meer over. Maar het is dus van belang, en ik heb haar gewezen op het belang van toch eigen activiteiten en juist zo'n sportmoment in te lassen. Er zijn daarnaast natuurlijk ook veel lokale initiatieven waar mensen om praktische of emotionele steun kunnen vragen. Juist in deze tijd. Dan de emotionele en mentale ondersteuning. Deze interventies vloeien voort uit de copingstijl van de mantelzorger. Zo heeft een actieve copingstijl als risico dat de mantelzorger te veel overneemt. Bewustwording is daarbij van belang. Een gemotiveerde zorgverlener die zorg als vanzelfsprekend beschouwt, kan soms moeilijk grenzen hanteren. Interventies uit de ACT en mindfulness kunnen dan helpen. Denk ook aan het stimuleren van lotgenotencontact. Je kunt cliënten hiervoor bijvoorbeeld verwijzen naar icconnect.nl. Hier zijn ook, op deze site vind je ook IC-cafés. En binnenkort wordt zelfs een online IC-café georganiseerd. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze presentatie. Dankjewel, Janneke. Goede aanvullingen, zeker op dit onderwerp. Wat mij een beetje opvalt in die symptomen waar die mantelzorger last van kan hebben, is dat er natuurlijk ook een overlap is met de symptomen waar de patiënt zelf last van heeft. Hè? En dat kan thuis nog best complex zijn, denk ik. Dat je alle twee overprikkeld bent, dat je alle twee eigenlijk niks aan kan. Ja, en daar is het dus juist van belang om die balans te vinden voor beide. Ja. He, dus de patiënt instrueer ik dan, zeg maar, hoe kun je gedoseerd activiteiten opbouwen. En de mantelzorger instrueer ik dan hoe zij haar eigen activiteiten weer op kan bouwen. Een cliënt van mij die kan zelf al brood smeren, maar het is toch wel makkelijk als die mantelzorger het doet. Ja. Je kunt terwijl bij het zelf brood smeren wel weer spierkracht ook stimuleren, opbouw daarvan. En ondertussen kan eigenlijk de mantelzorger toch even tijd, levert misschien wel tijd voor eigen activiteiten. Ja. Uitdaging. Ja. Ja, en is er dan steun mogelijk voor zo'n gezin? Of is er, wat is er dan mogelijk om daar misschien ook praktische steun voor te krijgen? Ja, in principe is er natuurlijk wel steun mogelijk indien er echt sprake is van overbelasting van alle, van zowel de mantelzorger als de partner. Zijn er diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld vanuit de WMO, voor ondersteuning. Ja. Dan is er een hele praktische vraag, dat IC-café, hoe ziet men dat? Waar kan men dat vinden? Ja, als je dus naar die website gaat die ik net zei, icconnect.nl, daar zie je echt direct in de bovenbalk, zie je daar IC-café staan. En bijvoorbeeld, iedereen komt uit verschillende regio's, maar ik zag Nijmegen, Amsterdam. Dus er worden echt wel in heel het land worden daar dingen voor georganiseerd. En nu dus
digitaal. Ja, bedankt sowieso voor je doorverwijzingen naar websites die ook voor cliënten toegankelijk zijn. Ik merk als ergotherapeut dat je daar toch ook een goede bron hebt vaak aan informatie. En daar kan je cliënt ook mee verder. Je noemde dat coronaplein en dat samen beter thuis noemde je. En dat zijn echt wel dankbare websites waar je zelf ook nog informatie vandaan kan halen. Ja, precies. Ja. Eén laatste hele praktische. Heb je ervaring met het instrument Bordje Vol? Dat is een soort app, website en applicatie waarmee je hulp kan inschakelen in je omgeving. Nee, daar heb ik geen ervaring mee. Of een vergelijkbare app. Er zijn wat meerdere apps beschikbaar waarin je aan je omgeving kan zeggen, ik heb hulp nodig bij de komende weken. Wie kan mij helpen? Het enige wat ik heb gezien is vooral de initiatieven zeg maar, die op Facebook daarin zijn ontstaan. Maar ik heb geen... Dat is een eigen corona helpt. Ja. Zeker. Nou, helemaal goed. Heel helder. Dankjewel zover. En ik wil de sprekers even vragen of zij hun camera's aan willen zetten. Dat is echt leuk voor al die mensen die nu kijken, denk ik. Gaat dat goed, Dorothee? Ja, ik weet niet of dat de bedoeling is. En ik zet ook even de chat open voor iedereen. Want ja, wat wij vooral nu missen is natuurlijk even nakletsen. En even kijken wie er allemaal hangt en wat de reacties zijn. Dus wil je een reactie delen, dan kan dat nu ook naar everyone. Dan kan iedereen dat ook gewoon zien. Maar in ieder geval deze groep sprekers... Ja, die zet ik. Willen de mensen die niet spreker zijn hun video nog even uitlaten? Ik kan wel dit op afstand doen. Ik heb wel eens gehoord dat het handigste zijn in het dagelijks leven ook, als je soms mensen kan unmuten of zo, maar dat gaan we maar niet invoeren. Hè? Ik zie her en der wat complimenten alvast binnenkomen en die complimenten wil ik mede overdragen aan deze sprekers, maar ook echt aan de mensen die allemaal aan deze handreiking hebben meegewerkt. Want wat moest dit in een sprint? En het is zorgvuldig gedaan, maar het is met zoveel tijd en energie van iedereen gedaan. Dat is echt heel fijn, ook als beroepsvereniging, om te merken dat men daar dan klaar voor staat. Dus dat is denk ik ook voor het vervolg. Er zijn ook wat vragen gesteld over, komt er een update? Iedereen staat alweer te popelen. Ik hoor net van Dorothee dat er volgende week weer een eerste bijeenkomst is. Die zal in eerste instantie waarschijnlijk gaan... Maar misschien kan Lucel dadelijk nog aanvullen, maar die zal... Vul maar aan, Lucel. Ik denk dat dat nog makkelijker is. Wordt hier even... want op school heb ik de echo. Heeft het geluid uitgezet. Nee, dat klopt. We willen zeker proberen weer een update te geven van de handreiking. Daar zullen we volgende week een start mee maken. Dorothee Wassink en ik zullen samen met de schrijf... die handreiking evalueren, zodat we een update maken met weer nieuwe inzichten en aanvullingen. Ja. Hartstikke bedankt. En ik denk, wat mij vooral bijblijft aan deze webinar, is de impact op al deze domeinen. Er is niet één domein waarvan men zegt, zo gaat het eruit zien voor u, beste patiënt. Beste cliënt en niemand die ook goed kan voorspellen wat het op lange termijn doet. Dus mijn pleidooi zou ook zeker zijn om dit te blijven volgen op langere termijn. Ook wat we gezien hebben bij Q-Koorts, kunnen wij een beroepsgroep zijn die dat zichtbaar kunnen maken. Omdat we thuiskomen, omdat we die gevolgen daarna zo goed in kaart kunnen brengen. Het liefst zouden we natuurlijk al die deelnemers nu zien en in beeld hebben. Maar ik zie al heel veel mooie reacties in de chat binnenkomen. Waarvoor erg dank. Als de chat, of jullie krijgen nog een survey opgestuurd. En in die survey wordt ook de vraag gesteld of je op bepaalde onderwerpen een verdiepende webinar zou willen hebben. En geef zeker aan waar je dat zou willen. En dan gaan we als Ergotherapie in Nederland en Ergoacademie kijken wat we mogelijk gaan maken. Verder
Er wordt hier op mijn achtergrond iets gezegd, maar dat was niet voor mij. Verder, nogmaals iedereen bedankt. En we hopen zoveel mogelijk reacties uit het werkveld ook te blijven ontvangen. Op deze domeinen of op andere domeinen. Zodat we ook weer kunnen bijwerken. Houd mij om deze webinar af te sluiten. Ik wil alle deelnemers ook bedanken voor hun discipline en voor hun reacties die via de chat allemaal komen. En de vragen zullen we nog verder bundelen. Er wordt een link beschikbaar gesteld, dus als je een collega hebt die niet meer kon inloggen, of stuur vooral ook naar leden, via de nieuwsbrief wordt die gedeeld. Stuur de link door en dan kunnen mensen het alsnog bekijken. Rest mij een soort van virtuele high five aan mijn collega's hier. Angelique en Dorothee, die hier op afstand de boel hebben gemonitord. En een virtuele high five voor jullie allemaal. En super bedankt. Ik wens jullie nog een hele fijne avond.